Goedenavond, welkom allemaal. Mijn naam is Iante Mosselman, ik ben programmamaker in de Bali. En ik modereer vanavond dit programma voor u, dat gemaakt is door mijn collega Lola het Hart. Dit programma had eigenlijk plaats moeten vinden in maart, maar toen kwam, zoals u niet ontgaan kan zijn, de COVID-19-pandemie. Wat betekent dat we het verplaatst hebben, maar wat ook betekent dat Mathilda Gustafsson helaas niet bij deze avond is vanwege de restricties op het reizen. U bent hier wel weer en dat vind ik ontzettend fijn en voegt ook wel iets vreugdevols toe aan mijn avond. Het is de eerste keer weer met publiek voor mij. En verder praten we natuurlijk over een wat minder vreugdevol onderwerp. We praten over macht vanavond, over machtsmisbruik, over hoe dat vaak jarenlang kan plaatsvinden en over wie daar nou eigenlijk iets aan zou kunnen doen misschien. En we praten over de kunst en cultuur en vooral de literatuursector, maar ik weet niet of u vanochtend het NRC heeft opengeslagen. Daar stond een lang artikel over. Met waarin eigenlijk 6 studenten en oud-studenten zich uitspraken over hun masteropleiding, waar zij in 2016 al hadden aangegeven dat ze zich echt onprettig voelden en dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag waar niet goed op gereageerd is, om het minste te zeggen. Ik ga nu switchen naar het Engels. Because first of all, in this evening, I will speak with Mathilda Gustafsson through Zoom. And there she is. Hi, Mathilda. Welcome. Hi, after thank you. After the so conversation. Nice to be here. Good. Almost be here. I wish I was in Amsterdam. Well, hopefully next time you will be here. I'm shortly going to tell everyone what we're going to do, and then I'll come to you with some questions. At the end of the program, if at the end of the conversation with Mathilda, if you have any questions, please raise your hand and Lola will come towards you with a 1.5 meter stick with a microphone at the end of it. And if you have questions and you want to ask them with a live stream, you can use an app called Slido via the website of the Bali. After that, we'll have a panel conversation in Dutch with Joost de Vries, Nia Weijers and Maartje Wortel, who were so kind to already join me at this table. And we have 3 literary intermezzos from Marja Pruis, Alma Matthijssen and Marjolein de Kok. Tonight is a co-production between the Bali en Nijg en Van Ditmar, Mathilda's Dutch publishers. We don't have a book sale, unfortunately, also due to the pandemic, but we do highly recommend you buy and read this book at your local bookstore, of course. Okay, I think we can start. Mathilda, I'm going to introduce you. You are an award-winning journalist behind the already historical scoop that rocked the Swedish Academy and the international literary community. And you wrote this book. In Dutch, it's called Het Bolwerk. And it is really, really, really impressive. And I wanted to first ask you, you saw the investigations and the publications on Weinstein in America, and that inspired you to do your own research in Sweden. So where did you start? I mean, there are a lot of starting points for this. I actually had this idea, I think, for 10 years before I started my investigation, because I heard about when I lived in a smaller town in Sweden. I had a friend and he moved to Stockholm and he came back and he told me about this club, this venue in central Stockholm where all the great artists and musicians and intellectuals gathered. And he told me about this very sparkling world, but he also told me about how the artistic director, Jean-Claude Arnault, sexually harassed the female assistants. And I was thinking even then that I wanted to somehow investigate him and investigate this place, but the idea was very vague and I couldn't really, you know, how do you do something like that? And so when the Weinstein story broke, it was like, you know, something happened with, you know, my gaze, and suddenly this very vague idea just became crystal clear that the question is, you know, is there any truth to all the rumors and all the jokes we have
about Jean-Claude Arnault. Mm-hmm. So I think the Weinstein story just, you know, changed my perception of what was possible to do in journalism. So I think I just started to very quietly reach out to people that I, if I knew someone that knew someone in the literary world, and I contacted authors that I had been interviewing before, and then I started to, I quickly realized that he had a very real power position, because people, even very established people that I talked to, they were so, they confirmed this. Some of them confirmed that they had witnessed him harassing young women, but they were so afraid of speaking up. And I mean, that was also the case for the first women that I got in touch with that could tell me about being harassed and then later on raped. I also think that, I mean, they were terrified of speaking up. The reason why they finally did that is, I would say, it's because of what happened during that period in time, because something actually changed. I mean, with the Me Too movement and with the Weinstein story, it was like almost for the first time in history, allegations against powerful men had consequences, and powerful men were losing their jobs. And so suddenly, I mean, they realized that something could actually happen if I speak out. Maybe I could stop Arnault, and maybe I could prevent there from being any other victims. And what were the, during your research, what were the most big, the biggest obstacles you ran into? What was the hardest? I mean, I would say the hardest part was to get them, I mean, the hardest part was for them, like their decision to actually speak up about this, because they were terrified for like repercussions, and terrified of, I mean, some of them were afraid of like actual violence, and most of them were afraid of, you know, being punished and not being able to, you know, be published in Sweden, and not being able to, you know, receive money from the Swedish Academy, because it's very important to be able to receive money from them in Sweden. So that was hard. And it was also, I mean, it was hard for me because I realized that I had to, you know, handle this almost like a police investigation. I had to, you know, ask for evidence. If they told me that they had been to Paris, I had to ask them for tickets, and I asked them if, I mean, who was the first person you talked to after he raped you? Did you write about this in your diary? But it was also much easier than I expected to actually take that role of the interrogator, because it was an enormous step for them to go public with their stories. So, I mean, I think it was also just a safety for them. They wanted it to be watertight. Were you ever and it was also, yeah, sorry. Were you ever afraid? I was afraid. But I mean, after
There was one short period where I was, so I was, because there's a lot of, there was a lot of paranoia surrounding Jean-Claude Arnault, because he, I mean, he exaggerated his power. He had real power, but he also exaggerated it. And he, you know, I mean, that was how he scared his victims into silence, by talking about how, you know, I know everybody in the publishing industry and I can make sure that you will never be published. And he told a lot of people that he, I mean, he knew so many people in at the culture section at the newspaper where I worked. So some of the people that I spoke to told me that you will never be able to publish. Your editors will just, you know, knock on your shoulders and say that for some reason, you know, we can't publish this. So for that affected me for a short period of time. Like, I mean, what is true here, and what do I really know about my editors and their loyalties? So I was affected by that paranoia for a short time. Then I quickly realized that they supported this story 100%. But I was also, I mean, I think like 5 days or so before we published the story, I mean, he knew that it would be published because I contacted him or tried to contact him. And so I was afraid that he would, you know, try to, I don't know, maybe try to act against me, but mainly act against the women and, you know, try to silence them. So I was looking over my shoulder a bit just the days before the story broke. We asked you to bring a picture that is representative to you about what you say and about power and abuse in your book. And you brought two, if I'm correct. Can you show us and tell us? Yeah, there's two of them. Thank you. What are we seeing? Oh, yeah, you can see them. Yes. It's from Jean-Claude Arnault's Instagram account. And I, when I started my investigation, I spent a lot of time, you know, looking through his Instagram account. And on one of them, we see him together with Horace Engdahl, who was the permanent secretary for the Swedish Academy for 10 years. And the feminist, French-Bulgarian feminist, Julia Kristeva, and they're posing together. And on the other one, you see Jean-Claude Arnault, and he, together with the Swedish Minister of Culture, and she's knighting him, and he receives an extremely prestigious royal medal. And he received this medal after the Swedish members of the Swedish Academy had recommended him twice for this. And I think, to me, just in the beginning, the pictures, they confirmed something that I already knew, and I had known from the start, that my investigation was not only about Jean-Claude Arnault, not even mainly about Jean-Claude Arnault. It was about the structure, and it was about the culture of silence, and it was about all the complicity and the enablers. And I think they also later started to represent something that is unique for power in the arts world,
with art, the cultural fair, which is that it's not always based on very, you know, obvious job titles and positions, and it's more based on not even based on money. It's based on status and reputations and connections and good reviews. And so it's very, I mean, if you're not very established yourself in the literary world, it's extremely hard to understand and navigate. And Jean-Claude Dano, he used this uncertainty to present himself as an extremely powerful person and as a gatekeeper. And he always said that I am the one, I can break or I can make a young person's career. And so I think the pictures, this very visual power persona that you can see in the pictures with him posing with this giant Julia Kristeva and receiving this royal medal from the Minister of Culture. I mean, that's, I think they represent that part of the cultural world. And you write about this a lot, that power functions differently in the cultural world than in another world. Can you tell us why? I mean, it's like the things I said, that it's hard to, it's based on more things that are harder to pinpoint. And I think also we have in the cultural sphere, people don't identify with power, and sometimes because they don't want to identify with power. And when, for example, something I mention in my book is Horace Engdahl, the one we could see in the picture with Julia Kristeva, and the permanent secretary of the Swedish Academy for 10 years. He has always, always described himself as underground and anti-establishment. And I mean, I can understand that. I think I know for myself that it gives you, it can give you a creative energy to write from the position of being or feeling like the underdog. But it's also very dangerous because if you don't identify with the power that you have, and in the Swedish Academy, you have an enormous amount of power and influence, then you don't have to deal with any responsibilities. I wanted to ask you also, after your research, what changed? Except, of course, for that he is in jail. But what changed in the system? After the story was published? Yes. I mean, the most obvious thing that changed was, of course, the Swedish Academy. That they suddenly were exposed. And I mean, it's, to me now, it's hard to even remember what the Swedish Academy was when I started my investigation. They had this almost religious position in Sweden, and they were treated like royals, and I mean, to be a member of the Swedish Academy was seen as a sign of, you know, absolute brilliance and almost genius. And
I mean, they've lost the public's trust, and they've been exposed. And I think the myth of the creative genius that was at the heart of their like literary ideology has been discussed a lot. And also that there actually was a trial, mm-hmm. and that Jean-Claude Arnault was convicted. I think that changed something. And I hope that it's a bit easier to speak up now, because we have seen it happen, not only with Arnault, but there are many other cases. My last question before we go to the audience is, you think this idea of the creative genius is quite dangerous, don't you? I mean, it can be dangerous. I think it's something that Me Too, I think Me Too complicated, this principle of, it felt so intellectually safe before to say that you have to separate the artist from the art. But I think Me Too made it clear that a lot of, a lot of, so-called creative geniuses and that has been, and has been like harassers and predators, and that this behavior is it's very intertwined with like the actual art, and that a lot of, for example, that Harvey Weinstein, he was responsible for, as a result of his behavior towards women, there are a lot of movies that were never produced. And the same thing with Arnault. And in this story, the creative genius is his wife, Katarina Torstensson. But his behavior has a lot to do with the books that was never published in Sweden. And I think also it's been clear that we never separated the artist from the art at all, because I think we can worship sublime books and sublime movies. But in our culture, that means we start to worship the author or, the writer. And in the Swedish Academy, that was a main argument why they couldn't punish Jean-Claude Arnault or Katarina Torstensson. And the argument was that we can't punish the genius of our type. So the argument was almost that she, because she was a genius, she was above the law. Thank you. I'm going to look around and see if there's any questions. Does anybody have a question? Yeah, Joost? It's a question, yeah. Of course. Hi, Mathilde. I read your book a little while ago and thought it was a wonderful piece of investigative journalism. And one of the things you write is that when a member is picked for a new member is elected to the office of the Swedish Academy, it's like the Swedish equivalent of picking a pope. And I checked out the Wikipedia and I saw there were quite a few vacancies now in the Swedish Academy. So is there, because of your book, any more transparency of who is going to be picked and how that whole process of who is elected to this
this high office of culture in Sweden is handled from now on? I don't think there's that much transparency right now. There was a lot of transparency because during the crisis, people started to leak. So before my article, we knew absolutely nothing about their inner life. And that was a part of the mystique. And it was a part of something that we wanted, maybe, in this very secular country. We wanted something to almost worship. So they were extremely exposed. But they're still, you know, the Swedish Academy still exists, and they still handle out all this money. And they've made a few changes, but not that much. But also at the same time, they are, it was this, it was almost exactly like electing a new pope. And that has changed because their reputation has changed. So they haven't been able to pick maybe the greatest names, because people have, and almost for the first time ever, people have turned down seats in the Swedish Academy. The Pope ceremonies, we don't have them anymore. But still, okay. They have the money, and they will have the money in the future. Any other questions? Yeah. Hello, Matilda. I was wondering how this would affect the status of the Nobel Prize, as the Nobel Prizes in 2018 were not handed out, but they made a turn to do that again in 2019. Are these Nobel Prizes of Literature still as valid as they used to be, or we thought they were? That's a really good question. I don't know, really. I think it was very disrespectful of them to hand out a Nobel Prize for 2018. I think the respectful thing would have been to leave a gap in the history of the prize. But I don't know what it's like outside of Sweden, actually. And it will be interesting to see, because in Sweden, it's not, it's not, the biggest day of the year if you are, in the literary world. In Sweden it has changed, but I don't know if it's because we are so, everybody in Sweden are extremely familiar with the reason why the 2018 prize was postponed. But I'm not sure about the rest of the world. And I also think that we underestimate our, people's memories. And I think we forget very quickly. And also because, a lot of people, and especially in the literary world and the publishing industry, love the ceremony of the Nobel Prize. It is very understandable because it is a very beautiful thing that, and unique, because it was a prize that catched almost the whole world. So we'll see. That's
unclear for me. We're going to continue the conversation here. I have one last question. Because you are a journalist, what are you working on now? I'm working on, like most journalists right now, a corona story. also important. Yeah. A corona story in Sweden. Okay. thank you very much. I wrote it in the newspaper again. Okay. Thank you very much for being with us. And well, you never know. Maybe in a bit of time, we'll see you here in Amsterdam. That would be lovely. Thanks for being here. Okay. Bye. I hope so. Thank you for having me. Oké, wij gaan door in het Nederlands en we gaan met elkaar praten. Joost de Vries, je zit hier aan tafel. Je bent adjunct hoofdredacteur bij de Groene Amsterdammer. Je schrijft over kunstliteratuur, bent ook dus literatuurcriticus en je publiceerde meerdere essays, romans, De Republiek. En je laatste boek heet, is een verhalenbundel en heet Rustig aan, Tijger. Naast jou zit Maartje Wortel, ook schrijver van onder meer Dit is jouw huis en Danny is een star. Dat is je laatste boek. Nia Weijers, je schreef De Consequenties en Kamers, Antikamers en je schrijft ook bij voor de Groene Amsterdammer. Dank dat jullie hier zijn. Joost, ik ga bij jou beginnen. Jij beweegt je al enige jaren in de culturele wereld. Ja. Je hebt het boek van Mathilda gelezen. Wat is je bijgebleven van dat boek? Nou, heel veel, op een hoop verschillende dingen. Het grappige is, nou, waar Marjolein ook naar vroeg... je had heel vaak lang het idee bij de Nobelprijs dat het door een soort van enorm collectieve club wijze mensen werd uitgereikt. Academie, dan denk je dat er eigenlijk een hele universiteit achter schuil gaat. Terwijl het eigenlijk gewoon 18 beetje nukkige mensen zijn die bij elkaar komen en een ongelooflijk geprivilegeerd bestaan hebben. Ik stond er wel echt van te kijken wat een formele macht die de Zweedse Academie heeft. Dat zijn niet alleen dat ze verkozen zijn tot die academie waardoor ze Nobelprijs mogen uitreiken, maar ook in de categorie dat ze echt huizen krijgen. Ze krijgen een pensioen, ze hebben een auto die hun op kan halen voor hun donderdagse vergadering. Stonden we echt, ik bedoel, het is alsof we niet alleen schrijvers zijn, maar dat wij met z'n drieën ook het geld van het Letterenfonds mogen uitdelen. Echt een beetje, dus daar stond ik heel erg van te kijken. En wat ik vond waar Mathilde heel mooi over schrijft, is eigenlijk over hoe subtiel macht werkt en in de culturele sector. En hoe werkt het dan? Nou ja, kijk, ze zei het net ook een beetje in een interview. Kijk, in heel veel sectoren, als je macht hebt, dan is dat heel zichtbaar. Het is gewoon de rang die je hebt. Het is gewoon de titel op je visitekaartje. En die macht is dan waarschijnlijk ook zichtbaar aan het kantoor dat je hebt, aan hoeveel geld je verdient, wat voor auto je rijdt, noem maar op. En je titel natuurlijk. En je titel, ook. Ja, wat ik al zei, die titel op dat visitekaartje. Ja. In de culturele sector werkt dat veel minder, is het veel minder zichtbaar op die manier. Allereerst denk ik dat heel veel mensen die zeg maar relatief veel invloed hebben in de culturele sector bijvoorbeeld helemaal niet veel geld hoeven te verdienen. Het is denk ik een macht die je vergaart. Kijk, al heb je een carrière, dan ga je zo stapsgewijs. Maar je kan in de culturele sector heel makkelijk geld verdienen. Of heel makkelijk invloed verdienen. Omdat je gewoon, dat beschrijft Mathilde ook wel mooi. Ik zeg steeds Mathilde alsof ik haar ken, maar gewoon Mathilde Gustafsson. Gewoon omdat je schrijft opeens een dichtbundel dat iedereen wil lezen. En opeens ben je iemand. Dus het kan zomaar opeens je overvallen. Dus dat komt op een heel andere manier. En op een bepaalde manier kan het daardoor ook weer veel makkelijker bij je vandaan gaan. Het is veel minder formeel. En daardoor ook veel minder duidelijk hoe die macht of hoe die invloed wordt uitgeoefend. En zeker voor mensen die er iets buiten staan, is het daardoor minder zichtbaar hoe je die macht of die invloed verkrijgt. En ook hoe je het weer kwijtraakt. Ja. Ja, nee. En nou ja, ik vond het wel ook wel goed wat ze zei. Dat speelt een rol. Maar wat ook nog een rol speelt, is dat mensen zich dus inderdaad niet met die macht associëren. Zich eigenlijk op een bepaalde manier geen verantwoordelijkheid nemen voor de macht die ze hebben. Wat je inderdaad ook over die Arnaud eigenlijk las in haar boek. Dat is dan iemand die ziet zichzelf. Die heeft zichzelf denk ik heel lang gezien als van, maar ik ben underground. En ik ben een soort, ik heb een hele toffe kelder. Waarin allerlei hele culturele dingen Plaatsvinden. Ja.
Dus het is ook een soort dissociatie daarvan. Zo van, ja, maar wij zijn toch geen machthebbers, want wij zijn de culturele wereld. En de culturele wereld is aan zich al een underdog-wereld of zo. Dus daar heeft het denk ik ook mee te maken, dat het inderdaad daardoor heel glibberig is. En zien jullie dat eigenlijk ook in Nederland, als je naar deze wereld kijkt, dit is hier ook zo, vinden jullie? Mensen nemen eigenlijk geen verantwoordelijkheid voor de macht die ze wel hebben. Maartje? Ja, dat ligt er natuurlijk heel erg aan, maar je ziet het wel dat er vaak, tenminste wat ik zie in de literaire wereld, is dat er wel allemaal clubjes zijn. We zitten hier in feite ook wel met een clubje. Ik bedoel, ik ken Joost en Nia goed, we komen op elkaars verjaardag. En dat loopt allemaal wel een beetje door elkaar heen, ook in hoe je elkaar beoordeelt en wie... wat bepaalt en waar de prijzen zijn en wie dat uitreikt en zo. En dat vind ik wel, ik vind dat zelf heel lelijk. Ondertussen ontkom je er ook niet altijd aan. En Nederland is een klein land. Maar ik merk wel dat het hier, het valt me wel op dat het alsof het allemaal maar moet kunnen. En het is een vrije wereld. En inderdaad, we zijn allemaal staan los van de hiërarchie en... Ja, je bent niemands werknemer of zo. Je bent werk aan het maken en iedereen kan daarmee doen wat hij wil. Maar ondertussen is er wel degelijk natuurlijk, zijn er mensen met invloed die dat kunnen maken of breken. En dat is soms, ja, ik ben niet snel geïntimideerd, maar zelfs ik vind dat soms best intimiderend. En hoe ga je daar zelf mee om? Want je zei net al, we zien elkaar, we komen op elkaars verjaardag. Maar zijn er dan ook momenten waarop je andere mensen even uit de weg gaat? Of waarvan je denkt van... Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik andere mensen niet uit de weg ga. Maar dat ik me wel, wat ik wel belangrijk vind, is om hardop te blijven, om me uit te blijven spreken over waarvan ik denk, oh, daar gaat misschien iets niet goed. Of dit valt me op in dat er mensen prijzen uitreiken aan elkaar terwijl ze elkaars vrienden zijn of in een jury zitten. Zulke soort dingen. Of berichtjes sturen die net iets meer amicaal zijn. Ja, dat dan denk ik, dat is belangrijk denk ik ook voor de buitenwereld, om dat hardop uit te blijven spreken. Want natuurlijk is die literaire wereld een wereld op zich. Maar ik denk ook wel dat het voor anderen opvalt. En ook dat het bijvoorbeeld, als het gaat over kranten of zo, zulke mensen als mijn vader en moeder nemen dat echt heel serieus als instituut. Die zien dat de krant echt als instituut en als onafhankelijk instituut ook. En alsof daar echt van mensen die daarboven zweven over geoordeeld wordt. En als ik dan zeg, nou, maar die mensen lopen dronken rond op feestjes bijvoorbeeld. En die delen daarna sterren uit. Dat geloven zij eigenlijk niet. Dan denken ze dat ik dronken was en dit aan de LSD was. En dit, ja. Nee, want dat is inderdaad ook wat mijn moeder dan, die zegt dan ook, ja, maar de Volkskrant heeft hierover gezegd dat het niet zo'n boeiende film is of niet zo'n goed boek is. En dat is inderdaad wat dat mensen natuurlijk eigenlijk vaak, als je er buiten staat, niet doorhebben dat het allemaal natuurlijk, het blijft natuurlijk altijd mensenwerk, maar dat het... En stom genoeg ben ik bijvoorbeeld, sorry dat ik je onderbreek, maar zelf daar ook van bewust. Omdat ik dan ook, ik heb zelf bijvoorbeeld, heb ik een abonnement op de Volkskrant. En ik neem de Volkskrant dan, ik vind dat heel ook vervelend aan mezelf over de hiërarchie gesproken. Ik denk, oh, ik ga deze expositie krijgt 5 sterren. Daar ga ik toch even kijken of zo. Terwijl als je dan ziet hoe het aan de achterkant gaat en dat het eigenlijk... ik heb ook wel eens, misschien heb jij dat zelfs een keer gezegd, of een recensent net seks heeft gehad, of op een strand ligt en dan een boek leest, of dat hij ruzie heeft gehad. Nee, dat zou ik nooit zeggen. Dat er ook om gaat, zeg maar, dat speelt allemaal mee en dat hoort natuurlijk eigenlijk niet mee. Maar hoe gaat het dan precies aan de achterkant? Dank je dat je weer deze vraag bij mij hebt. Het grappige is natuurlijk kijk, ik denk dat er zijn een paar uitzonderingen, maar de meeste mensen, als je die zou vragen van, hey, hoor jij bij het establishment, zullen zeggen nee. Ik bedoel, ik weet nog echt dat Wim Pijbers directeur van het Rijksmuseum was en echt zei, nee, ik ben ook maar gewoon een jongen van de straat, weet je wel. Ik bedoel, er is niets groters dan die behoefte om niet bij het establishment te horen. Ja, heb ik nooit zo last van, ik kom op. Maar je kan dus altijd zeggen, al gaat het, hè, al heb je het nu in het geval over literaire kritiek, dan heb je het heel snel over, ja, het is maar een recensie, het is maar één mening. En ik bedoel, wat dat betreft, wat is de macht van een recensie? Soms
kan een recensie heel veel gevolgen hebben en soms ook helemaal niet. Ik bedoel, dat blijft nog steeds een redelijk onvoorspelbaar feit. Waar denk ik dan meer in doorwerkt, is dat je niet alleen iemand interviewt, maar dan ook niet alleen iemand bespreekt, maar ook nog een groot interview geeft en hem dan voor een leuk rubriekje vraagt. En op zo'n manier heb je, denk ik, bij zo'n culturele redactie veel meer macht om iemand op te tillen. Het zit hem niet alleen in die ene bespreking. Het zit hem ook in het feit dat je iemand podium geeft en gewoon een beetje committeert aan iemand. En hou jij daar zelf dan als recensent ook rekening mee? Zijn er bepaalde boeken die jij niet bespreekt? Nou, ik ben gestopt met over Nederlands literatuur schrijven. En ik ben ook gestopt met in jury zitten, omdat ik het gewoon niet meer te doen vond bijna. En dat was niet de enige reden, hoor. Dat had er ook mee te maken, de Nederlandse literatuur is redelijk klein. En dan ga ik voor de vierde keer over Ilja Vijver schrijven. Ja, dat zit ook niemand op te wachten. Hij al helemaal niet. En ik heb 2 jaar in de jury gezeten van de ACO. En dan heb ik, weet je, wat doe je dan? Omdat je denkt, ja, ik ben gek op literatuur en je wordt gevraagd voor zo'n prijs. En het is dan heel leuk om met een clubje mensen bij elkaar te komen. En dan gewoon te bespreken, hey, wat vinden we nou belangrijke boeken? Wat vinden we geldige boeken? En de praktijk is dat iedereen dan zegt, ja, je doet het alleen om je vrienden. Ik bedoel, je kan het niet goed doen. Nee. Dus ik heb toen op een gegeven moment bedacht van, ja, weet je wat, laat maar aan iemand anders over. Maar dat is het denk ik ook. Je kan het niet goed doen. Ja, je moet het eigenlijk gewoon niet doen. Dat denk ik. Ik bedoel, ja, maar ik ben je denkt ook dat iemand moet het doen. Ja, dat klopt. Maar je hebt daar dan weer andere mensen voor. Ik vind zelf bijvoorbeeld, ik ben ook gevraagd vaak om recensies te schrijven. Dat zou ik niet doen, omdat over Nederlandse literatuur van levende andere schrijvers. Omdat, maar dat ligt misschien ook aan mijn karakter dan, dat ik dat ook niet zou kunnen, objectief. Dus dat zegt iets over mij. Ja, dan denk ik, oh ja, ik zit in diezelfde wereld, daar kan ik niet ook over gaan schrijven. Ik moet gewoon dat blijven doen en iemand anders moet daarover oordelen en ik moet dat kunnen vertrouwen. Andere mensen moeten dat ook kunnen vertrouwen. Als ik een boek of een recensie zou moeten schrijven over Nia of zo, ja, dat is mijn beste vriendin. Dat zou ik vanzelfsprekend ook niet doen. Maar Joost en ik zien elkaar 1 keer in het jaar. Ja, dat lijkt mij moeilijk in ieder geval. Ik denk dat zijn aparte werelden. Wat jammer is inderdaad, omdat schrijvers vaak veel weten over literatuur of daarover kunnen praten waarom iets goed is of niet. Maar, ja, ik vond het ook wel grappig. Maria Vlaar schreef laatst in de Standaard een stuk waar ze wel een goed punt maakte. Die zei ook, het probleem natuurlijk in de literaire wereld is misschien een beetje een flauw bureaucratisch argument, maar je moet ook je rekeningen betalen. Die betaal je vaak niet alleen door recensies te schrijven. Dus dan ben je ook blij als je ergens een keer op een podium iemand kan interviewen waar je wat geld voor krijgt. En dan krijg je nog een beetje geld om in de jury te zitten. En dan krijg je nog een beetje geld om bij het media of om bij het Letterenfonds iets te doen. En voor je het weet heb je een soort van hele portefeuille aan soort van overlappende en half tegen elkaar aanbotsende manieren om je geld te verdienen. En ja, het is heel moeilijk om daar om tegen iemand te zeggen van, oké, je mag alleen besprekingen schrijven. En voor de rest moet je je gewoon thuis opsluiten. Ik denk niet dat het gaat om dat je het soort doel moet hebben dat er een soort absolute zuiverheid komt in al, dat alles helemaal, dat gaat denk ik nooit lukken. Maar ik denk wel, ik ben het wel met Maartje eens, het helpt wel als je dus wel het gesprek, dat ergens over gesproken wordt, is denk ik wel belangrijk. En los van dat je als ultieme doel hebt dat alles helemaal zuivere koffie moet zijn. Ik bedoel, het blijft natuurlijk, ik denk het blijft mensenwerk en iedereen heeft daar zijn eigen. Ik denk ook, kijk, voor jou zou het bijvoorbeeld, voor jou is het heel duidelijk, ik zal nooit een recensie schrijven. Ik kan me ook wel voorstellen dat het voor sommige schrijvers misschien anders ligt. En nee, dat tuurlijk, kan heel oké zijn. Het is alleen inderdaad, het is fijn als er over, als er over gesproken kan worden en als er niet alleen maar over gemompeld kan worden, wat natuurlijk heel vaak aan de hand is. Ja. Zorgt, is de Nederlandse literaire wereld zo naar binnen gekeerd dat die extra vatbaar is voor machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag? Nou, ik denk dat helemaal niet uniek is voor de literaire wereld, eerlijk gezegd. Ik zou niet zien waarom de literaire wereld per se anders, of ik bedoel, de theater. Nu hebben we net die hele zaak met Marcus Azzini gehad. Ja. Van de UvA is nu net weer. Ik bedoel, in allerlei. Alles is uiteindelijk een klein. Ik denk dat er heel veel van dat soort kleine wereldjes zijn. En ik denk dat bijvoorbeeld universiteiten eigenlijk ook plekken zijn waar de macht misschien wel ook helemaal niet zo heel
duidelijk is. Of waar dat allemaal heel duidelijk is. Dus ik weet niet hoe jullie erover denken. Nee, maar ik denk niet dat het bepaald uniek is voor de literaire wereld. Nee, Joost. Nee, denk ik ook niet. Nee. Kijk, en wat het hooguit in de literaire wereld het gevolg is... is dat zo'n culturele wereld makkelijker vatbaarder is voor gemompel of voor, hoe moet je dat zeggen, verdachtmakingen, omdat het zo'n kleine informele wereld is. Is het heel makkelijk nou, om te en zeggen. Het heeft natuurlijk een soort, dat is kunst en cultuur, dat je maakt iets voor publiek. Dus het is iets wat ook naar buiten komt en waar je dan in die zin een soort verantwoordelijkheid voor hebt. Kijk, bedrijfsleven of zo, dat is, ik weet niet hoe ik dit precies moet uitleggen, maar dat is denk ik een veel, die doen niet alsof ze echt de publieke zaak dienen of zo. Nee. En wat natuurlijk heel duidelijk is, het gaat om dingen die vaak niet meetbaar zijn. Kijk, het is heel makkelijk meetbaar welke voetbalclub kampioen moet worden, want die wordt kampioen. Of welk bedrijf de hoogste aandelenkoers heeft, want die heeft nu helemaal die aandelenkoers. Maar je kan nooit helemaal uitleggen, ik bedoel, volgende week worden Libris uitgereikt. Ja, er staan 6 hele goede boeken op. Je kan niet uitleggen op een objectieve, formele manier. Kijk, dit boek moet winnen, want dat is het beste. Want het beste bestaat niet. Heeft de hoogste cijfers, ja. Dus die subjectiviteit maakt inherent deel uit van het systeem. Die subjectiviteit is ook iets die altijd een beetje onzichtbaar blijft. En die subjectiviteit maakt het kwetsbaar, het systeem. Ja. Dat denk ik, ja. Ik wil eigenlijk vragen, gewoon heel concreet, wanneer is volgens jullie iemand machtig in de literaire wereld? Nou, ik denk dat je... ik heb wel geleerd, denk ik, zo met dit... Je begint natuurlijk heel erg... Ik denk dat je als schrijver eigenlijk ergens onderaan... Nee, dat is niet helemaal waar. Dat is eigenlijk helemaal niet waar. Maar... Je begint natuurlijk altijd, uitzonderingen daar gelaten, begin je heel bescheiden en denk je dat je helemaal niemand, dat is eigenlijk wel je uitgangspositie. En omdat je heel erg aan de binnenkant zelf, je zit natuurlijk op een gegeven moment zit je aan de binnenkant van een wereld. Hoe je het ook went of keert, je zit, ik schrijf voor de Groene Amsterdammer, ik schrijf boeken, ik ken mensen wel een beetje. En daardoor is het voor mij een heel erg dagelijkse wereld of een normale wereld en... heb je niet echt door dat jij ergens aan de binnenkant van zit... waar een hoop mensen buiten staan die er sowieso buiten staan... Ja. Of die er misschien wel binnen zouden willen staan... maar denken van wat is dit voor een ondoordringbare muur om doorheen te komen. En dat is iets waar je natuurlijk niet altijd bewust van bent... en waar ik me wel van bewust probeer te zijn. En in die zin daar, wat Mathilda ook zei... over dat idee dat je daar verantwoordelijkheid voor neemt op een bepaalde manier... Dat je het niet altijd weg moet wuiven van... ja, jongens, wij zijn toch ook... maar dat je inderdaad soms ook kunt denken... oh ja, maar misschien voor andere mensen... Ja, of bijvoorbeeld wat ik net zei over mijn ouders en de Volkskrant... was ook opvallend dat natuurlijk in de Boekenweek... heeft Eus een boekje geschreven over hoe corrupt de wereld van de Nederlandse literatuur is. En ik moest die week heel veel voorlezen. Dat stopte trouwens ook ondertussen, want de corona kwam. Ja. Maar in ieder geval, toen waren wij ook in Deventer die zondag... en allemaal mensen vroegen aan mij... die zeiden van, oh, wat fijn dat Eus dat eindelijk schrijft. Dus heel veel lezers die buiten die wereld staan... die dachten echt, oh, fijn dat dat gezegd wordt. Want wij vinden het ook. Ik weet niet precies waarom iedereen dat dan een corrupte wereld vindt... als ze niet precies weten... hoe dat zit of hoe ze erin staan. Maar dat voelt denk ik wel over een bolwerk gesproken... als een heel gesloten wereld van mensen die elkaar inderdaad... allemaal even onder de tafel dingen toeschuiven... en samen weten hoe de wereld in elkaar zit of een soort elitair... Maar aan de andere kant, mensen vinden het natuurlijk altijd heel leuk... als iets ontmaskerd wordt. Dat is ook zo, maar ja. ik vond het toch opvallend. Ik vond het echt opvallend hoeveel mensen en ook bijvoorbeeld... Dat heel veel mensen daar wel op aansloegen dat daar misschien iets aan de hand... Omdat het ook irriteert bijvoorbeeld al mee over te spreken over jonge schrijvers. Ik ben het daar niet mee eens, daar gaat het niet om. Maar van, oh, dat is een groep van jonge schrijvers die elkaar allemaal kennen. En ze zijn allemaal wonen ze in Amsterdam. En allemaal, ik snap die kritiek op zich wel. En daardoor vind ik dat, en ik vind dat er soms te erg over gedaan wordt... oh, dat maakt niet uit dat mensen dat denken of het is niet zo. Want ik zou het fijn vinden zelf als ik dat idee had... dat er inderdaad gewoon dan over gepraat kon worden. Het is heel erg
van daar praten we dan niet over. Of dat is niet zo. Of dat zijn er mensen die er niks van weten. En dat merk ik wel heel erg aan de reacties van gewoon random lezers in de bibliotheek. Die vinden dat interessant wel om daar soms iets dichterbij te komen of te snappen wat daar gebeurt. En ik vind het soms wel een soort arrogante opstelling om dat dan helemaal aan de kant te schuiven. En dat is, daarin zit ook een soort, toch die rare hiërarchie of zo. Ik kan het zelf niet zo goed tegen. Dus. Je moet je toch misschien ook wel een beetje verhouden tot de mensen die je boeken lezen. Ja, maar dat is geen schrijver die zijn neus ophaalt. Ik bedoel, dat boekje van Eus vind ik echt alleen maar gelul. En er is geen schrijver in Nederland die zijn neus ophaalt voor zijn lezer. Natuurlijk niet. Kijk, wat ik altijd het idee heb, is je hebt heel veel verschillende elites in Nederland. Daarvan is de culturele elite de meest toegankelijke elite, zonder twijfel. Ik bedoel, al wil je bij de sportelite horen, dan moet je echt op een juiste manier geboren zijn met lekker lange benen. Als je tot de financiële elite wil horen, dan moet je keihard studeren en dan moet je 10 jaar geleden begonnen zijn. Culturele elite, koopt een kaartje naar de Bali en je kan na afloop gewoon een biertje drinken. Ja, maar iedereen. Ik ben het helemaal mee eens. Dat kan jij zeggen vanuit de geprivilegeerde omstandigheden. Ik kom gewoon uit Heerlijke Waard. Dat maakt niet uit of jij uit Heerlijke Waard hebt, maar ik bedoel meer dat het zo, ik denk dat het zo makkelijk niet is. Nee, ik denk dat je daar te snel over... Dat is ook alsof dan iedereen een boek kan schrijven. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat die toegang, gewoon het in contact komen met die mensen, dat is denk ik gewoon heel, dat is, natuurlijk, de deur staat niet helemaal open, maar dat is dan wel echt de deur waar je het makkelijkst doorheen komt, denk ik. En dan nog, kijk, om even op die vraag terug te komen van wat is de macht, dan moet je inderdaad, je komt door die deur heen, dus je gaat naar de Bali of naar, weet ik, een lezing met jullie in Deventer. En dan krijg je zeg maar allemaal soort van drempels die je moet weten nemen. Dus één drempel is van, wil een literair tijdschriftje wel of niet publiceren? Ja, natuurlijk helpt het dan als je dan iemand kent die in de redactie zit. Maar goed, die kan je dus ontmoeten op zijn avond. Dan ga je bijvoorbeeld naar een uitgeverij. Ja, dan moet je net een redacteur hebben die jou zien zitten. En dan heb je het lukt het je misschien om een boek te maken. Nou, dan moet je de mazzel hebben. Dan is er een recensent die een waardeoordeel over je gaat uitgeven. Dus dan heeft die weer macht. En dan word je misschien voor een prijs genomineerd of niet. En dan heeft zo'n jury weer macht. Dus het lijkt, al kijk je naar puur die formele macht, dan lijkt het alsof er steeds nieuwe stadia bijkomen. En dan kan je zeggen van ja, dan komt het op een gegeven moment het moment dat je al die stadia voorbij bent. Dat je gewoon een enorm gevestigde schrijver bent of een enorm gevestigde criticus, wiens mening heel veel gewicht heeft. En dan heb je gewoon, na 10 jaar schrijf je je 5e boek en opeens heb je de helft minder lezers, omdat je gewoon niet meer in is, omdat je niet meer in bent. Ik bedoel, dat is dus dat grappige van dat informele, dat subjectieve. Je kan, en dat beschrijft Mathilde ook wel mooi, je kan ook gewoon uitraken op een gegeven moment. En dan, dan zak je weer wat weg en misschien kom je over 10 jaar weer terug. Maar dat denk ik vind het heel moeilijk om nu iemand te bedenken in de Nederlandse literatuur, die zeg maar al 25 jaar een unieke machtspositie heeft. Of kunnen jullie wel allemaal mensen bedenken? Lang verhaal, ja, sorry. Ja, ik ja, vind, nee, ik vind sorry, het wel lastig, ja, maar daar gaat het. Nee. Volgens mij is dat weer een heel ander verhaal. Dan moeten we nu stilvallen of er iemand 25 jaar een unieke machtspositie heeft. Maar het gaat überhaupt over die machtspositie en wie er dus voor kan zorgen dat iemand op een bepaalde plek terechtkomt of niet, toch? Daar hebben we het over. Ik bedoel, het gaat over het mechanisme. Die mechanismen zijn niet zo ingericht, denk ik, dat er uiteindelijk maar een soort van... Maar het gaat toch per tijd om de dan heb je nu dit mechanisme in deze tijd, volgende tijd again. Het gaat om dat het mechanisme op een gegeven moment ergens doorbroken moet worden of niet. Het maakt mij niet uit of er 25 jaar iemand aan de macht is of niet, maar als iemand aan de macht is, of daar machtsmisbruik mogelijk is. Ja, nee, en dat blijft probeer mogelijk te bedenken van zijn al 25 jaar en veel langer. Ik probeer te bedenken, zijn er mechanismes die ertoe leiden dat je op een gegeven moment een soort van onaantastbare positie hebt? Zoals Arnaud had in het boek van Mathilde Gustafsson. En die kan ik gewoon niet helemaal bedenken.
Ja, maar die bleek toch ook niet onaantastbaar. Ik bedoel, dat bedoel ik ook. Uiteindelijk is dat de conclusie steeds, dat niemand... Ja, oké, maar dan kan je zeggen, Weinstein, ja, moet je die nu zien? Die zo, snap je? Ik bedoel, ik vind dat een raar argument. Nee, maar het gaat... Ik probeer na te denken over hoe die macht werkt. Weinstein is een heel ander geval. Nou, die macht, we praten nu heel erg over individuele... en dat zei Mathilda net ook al in het gesprek... van dat het haar uiteindelijk ook veel meer ging om... wat maakt het eigenlijk... Je moet eigenlijk kijken naar wat maakt bepaalde posities van mensen mogelijk. En wat maakt het mogelijk dat iemand vrij lang misbruik kan maken van een bepaalde positie. En dat is niet alleen omdat iemand misschien een rotte appel is of wat dan ook. Maar dat is omdat er allerlei mensen omheen zitten die om wat voor reden dan ook een bepaalde zwijgcultuur hebben gemaakt. En dat kan je toch niet ontkennen dat dat niet ook gewoon bestaat in Nederland. En in onze wereld en in allerlei werelden. Omdat dat nou eenmaal, dat is wat macht doet. En dat is wat misbruik altijd mogelijk maakt. En mensen die willen zich niet uitspreken, die durven zich niet uit te spreken. Het is niet gunstig om je uit te spreken. Je bent van iemand afhankelijk en... Er spelen zoveel dingen mee en er zitten zoveel mensen omheen die dat in stand houden op een actieve of passieve manier. En dat is interessant, denk ik, om naar te kijken. Dat denk ik ook. En ik wilde eigenlijk ook een beetje naar... Er zijn natuurlijk ook op heel veel plekken in de wereld een aantal keer mannen in de media geweest die zich misdragen hebben. En die moesten toen naar de gevangenis of een misdragen hebben of gewoon seksueel geweld gepleegd hebben. Moesten naar de gevangenis, moesten aftreden. Maar dan hebben we het inderdaad veel over toch individuele gevallen. Denken jullie dat er na MeToo een structurele verandering heeft plaatsgevonden? En is eigenlijk bijvoorbeeld, omdat jullie werken allemaal in de literatuur en ik zelf ook met één been toch wel. Is het na MeToo ook een veiligere plek geworden voor mensen? Ik denk dat het ten eerste dus niet na MeToo leven, want nu zien we weer, ook hier in Nederland, weer een heel golfje. Maar na het begin van MeToo dan? Ik denk wel kijk, de schok van zulke dingen, zo iemand als Weinstein of die Arnault, dat zijn ook wel echt voorbeelden dat je denkt, holy shit, ik bedoel, dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. En ik denk wel dat het zo is dat een schok wel mensen kan doen realiseren van oké, we zijn eigenlijk verkeerd bezig en we zouden dat moeten veranderen. En ik weet niet of het niet te vroeg is om te zeggen. Het is een cultuur die al decennia en decennia in stand is gehouden. En het is eigenlijk pas sinds een paar jaar dat dit gesprek überhaupt op gang is. Dus ik vraag me af of je daar echt al iets definitief iets over kan zeggen. Maar het zou een positief effect zijn als mensen schrikken hiervan en denken, net als met alle Black Lives Matter protesten, dat het een aanleiding kan zijn om kritisch dus naar jezelf en je eigen instituut of je eigen handelen te kijken. En dat is natuurlijk wat je wel hoopt. Ik bedoel, het mooie van gewoon die hashtag MeToo is dat het gewoon iets bespreekbaar heeft gemaakt wat blijkbaar gewoon heel moeilijk bespreekbaar was. En je hoeft nu niet, kijk naar Maartje, je hoeft niet alleen te zeggen van dit is MeToo. Je kan zeggen het is MeToo-achtig en iedereen begrijpt wat je bedoelt. Dus het mooie ervan is dat het een hele goede manier geworden is. Die term alleen al om iets aan te kaarten. Ja, daar ben ik het ook in zekere zin mee eens en op een ander vlak weer niet. Omdat juist ook weer wat het gevaarlijk is aan het en tegelijkertijd het goede van zo'n hashtag MeToo. Maar als je hashtag MeToo gebruikt, en dat zei Mathilde eigenlijk net ook, en daar hebben Nia en ik het ook vaak over gehad, gaat het eigenlijk automatisch echt meteen over, seksueel grensoverschrijdend gedrag of niet, of verkrachting of niet. En het gaat daar veel minder over van, maar misschien is er iets anders aan de hand en is er iets sprake van machtsmisbruik. En dat is een heel grijs gebied, dat is niet zo zwart-wit. En dat vind ik wel gevaarlijk aan dat hashtag MeToo, dat meteen geassocieerd wordt eigenlijk bijna met een sensationeel verhaal. En dat is inderdaad... Dat aan de hand is in stand. Want dan is het, geen seks. Nou, dan valt het toch eigenlijk allemaal wel mee. Dan is er niks aan de hand. Dan moet je je mond houden. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat over wat Nia al zei, wat Mathilde zei, over dat er structureel... iets binnen een bedrijf of binnen een culturele sector, binnen weet ik veel waar, binnen een instituut kan plaatsvinden, waardoor iedereen houdt zich
rustig, niemand kaart iets aan. Dat kan gewoon blijven bestaan, dat machtsmisbruik. Omdat mensen toch alsnog bang zijn of niet helemaal snappen wanneer iets machtsmisbruik is of niet. En dat is natuurlijk een grote, ja, ik vind dat een groter probleem dan die duidelijke zwart-wit. Ja, en het, en wat ik ook interessant vind en wat ik ook eigenlijk steeds minder terecht begin te vinden, is dat natuurlijk op een gegeven moment, je had MeToo en toen was er op een gegeven moment ook een enorme backlash. En mensen zeiden MeToo is doorgeslagen en het is een soort naming en shaming geworden. En wie kan er aan de hoogste schandpaal? En wat mij eigenlijk de laatste tijd ook heel erg is opgevallen, dat dat hele schandpaal nagelen, dat gebeurt eigenlijk vaak door mensen die lucht krijgen van dat er een verhaal is, verder niets over dat verhaal weten en dat er beginnen rond te twitteren en te tetteren dat iemand bijvoorbeeld een verkrachter is, terwijl die dat niet is. En dat vind ik dus ook weer interessant, dat het eigenlijk wordt geweten aan een soort dat het doorgeslagen gevolg van MeToo zou zijn geweest. Terwijl ik juist het idee heb dat daar juist heel veel ruimte is voor nuance. Terwijl zodra een verhaal natuurlijk, dat is natuurlijk zo, zodra iets publiekelijk wordt, gaat iedereen ermee aan de haal. En juist mensen die er misschien helemaal niet zo heel veel van weten, maar wel heel erg veel suggereren, dan wordt het ineens een soort naming en shaming. Terwijl ik denk niet dat het MeToo zelf is. Niet dat het een uniforme beweging is, maar nou ja, dat is iets dat me opviel. We hadden het net even over, jij begon erover, over die omstanders. En ook in het boek van Mathilda komt het voor, dus dat vrouwen worden in hun kruis gegrepen of worden toch aangeraakt. En iedereen kijkt eigenlijk een beetje weg. En dat ken ik zelf ook wel, dat er toen ik opgroeide waren er altijd ook wel mannen waarvoor mensen dan zeiden van, ja, daar moet je een beetje voor uitkijken. Ja, zorg maar dat je niet alleen met hem terug naar huis fietst. En dat fascineert me zo, want dat is, dan weet iedereen weet eigenlijk dat dat niet helemaal deugt. En toch kan zoiets heel lang voort. En dat niet alleen. Als jij zegt van ja, die man is nou eenmaal zo, die doet dat. Jij moet ervoor uitkijken. Dat is wat er ook voortdurend gebeurt. Dus de verantwoordelijkheid wordt bij de verkeerde persoon neergelegd. En dat is iets wat natuurlijk ook heel erg speelt. Ja, ja. Het is jouw verantwoordelijkheid om niet met iemand naar huis te fietsen. Had terwijl je maar niet. Ja. En in het geval van het bolwerk, wat het ook nog eens heel bizar maakt, is dat die Arnaud heel vaak vrouwen gewoon in hun, bij hun billen grijpt. Dan gewoon midden op feestjes. Waardoor iedereen denkt, oh ja, maar dat doet hij gewoon een beetje. En verder dan dat zal het wel niet gaan, want hij doet het zo opzichtig. Dat het bijna een soort van, dat hij het doet, is bijna een soort van, dat mensen ook niet verder willen kijken dan alleen dat. Terwijl het echt een notoire verkrachter blijkt te zijn. En maar is daar nou iets aan te doen? En wie zou daar dan, ja, nou dat vraag ik me echt heel erg. Ja, sorry. Ja, kunnen wij er even wat aan? Nee, ik vraag me dat toch af. Ik bedoel, nou ja, dat er moet je, waarom belt niemand? Er zijn toch ook mensen met een beetje macht die weten dat zo'n ander iemand met een beetje macht dingen doet die niet helemaal oké zijn. Wat maakt het dan? Ja, misschien is Benjamin niet de juiste persoon aan wie ik de vraag stel, maar ik vind wel dat die vraag op tafel moet liggen. Wat maakt het dan zo moeilijk om gewoon te zeggen, hey? Collectiviteit. Je hebt momentum nodig en je hebt het gevoel nodig dat je niet de enige bent die iets gaat zeggen. Dus er is, denk ik, door MeToo is er momentum gekomen op heel veel plekken. Maar ik denk echt dat het heel belangrijk is dat mensen zich gewoon door een groep worden gesteund voelen en niet, hè, in je eentje ben je natuurlijk niet sterk. Dus het is, ik denk als het de overhand neemt dat mensen, als het normaler wordt dat mensen spreken, dan zul je eerder geneigd zijn dat te doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En geldt dat net zozeer voor slachtoffers als omstanders? Maar ja, dat is natuurlijk te hopen, omdat het altijd in deze discussies heel erg over daders en slachtoffers gaat. En eigenlijk over die omstanders gaat het nooit. Terwijl, ja, ik denk juist dat de omstanders zich uit moeten spreken. Ja, omdat die natuurlijk zelf niet, die hebben in principe een positie van dat ze dat kunnen zien. Dus, ja. Ja, maar ik vind het ook iets heel gevaarlijks om het aan omstanders over te laten. Alleen, kijk, wat gewoon het eindeloos fascineren. Waarom vind je dat gevaarlijk? Nou, stel ik sta met iemand te praten en jij staat er 10 meter verderop, dan weet je nooit precies wat er gebeurt. Je weet misschien niet wie die persoon voor me is. Nee, het is niet aan jou om iemand anders een verhaal te vertellen. Dat bedoel ik, dat is natuurlijk nooit zo. Maar het is wel, het kan wel aan jou zijn om opmerkzaam te zijn of weet ik veel. Nee, maar wat wel een van de dingen is die me opvalt,
En ik bedoel, ik vind best dat de culturele sector daar gewoon meer leidend in mag zijn. Ik vind best dat je richtlijnen met elkaar kan opstellen. Gewoon zeggen van, oké, als je aan de stagiair zit, dan ben je je baan kwijt. Of dan ben je een half jaar geschorst. Oké, maar dat is duidelijk. Maar volgens mij zou ik een aantal van dat soort dingen heel duidelijk afspreken. En het valt me op dat eigenlijk nog heel weinig gebeurt. Het gaat denk ik juist heel vaak, zeg maar, dat is weer best zwart-wit. Van, oh ja, als je aan een stagiair zit, dan word je ontslagen. Maar het gaat denk ik juist om dat soort van, wat ik net ook zei, dat grijze gebied waarvan je niet denkt, oh, hij heeft niet aan een stagiair gezeten, maar er is wel iets aan de hand in dat machtsmisbruik. En dat kan je bijna... Dit is heel moeilijk. Kan je bijna niet benoemen. Nee, natuurlijk. Maar uiteindelijk kun je... laat ik het anders zeggen dan met aan de stagiair zitten, want dat klinkt ook zo zijn. Maar bijvoorbeeld gewoon dat je zegt van, oké, al ga je met een stagiair naar bed, ook al is het helemaal instemmend, ben je je baan kwijt. Ik probeer gewoon na te denken over, kun je richtlijnen afsteken waarin je zegt, bepaald soort dingen horen gewoon absoluut niet binnen. Maar dat denk ik niet, want bijvoorbeeld, je kan je ook zeggen, er zijn ook richtlijnen afgesproken in de wet of zo. En dat wordt ook continu over. Ik denk dat het veel meer gaat over wat Nia ook al zegt, dat je collectief moet blijven uitspreken. En dat als je uitspreekt, dat je niet alleen gelaten voelt in dat je uitspreekt. En dat je kan dat toetsen aan elkaar natuurlijk. Ik bedoel, als ik denk, er is grensoverschrijdend gedrag aan de hand, dan kan ik vragen aan jullie van, vinden jullie dat ook? Of ervaren jullie hetzelfde? En als meerdere mensen dan zeggen, ja, dat heb ik ook, dan is er eigenlijk bijna altijd wel iets aan de hand. En dan vind ik dat je daar met elkaar over moet kunnen praten en dat moet kunnen aankaarten bij een instituut. Dat hoeft ook allemaal niet inderdaad op Twitter of in een krant of wat dan ook. Dat slaat nergens op. Maar het gaat er wel om dat je moet durven uitspreken. En dat is nu al misschien juist door van die regeltjes die jij nu opstelt. Denk je, ik ben niet verliefd geworden op de stagiair. Ik ben niet met die stagiair naar bed gegaan of andersom. Dus laat maar zitten. Maar daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om dat hele... Dat is zo frustrerend eraan. Omdat je het dus eigenlijk nooit in taal kan vatten. Omdat het is een soort... Ja, als je het gaat Er zit natuurlijk een soort... Ik denk dat het waar MeToo bijvoorbeeld ook wel heel erg bij heeft geholpen... is dat mensen wel anders zijn gaan denken over wat daderschap en slachtofferschap betekent. En mensen hebben zich natuurlijk ook, er speelt ook zoiets als schaamte, speelt denk ik ook een enorm grote rol in zwijgen. Dat is natuurlijk logisch. Maar ook omdat was heel duidelijk bij de rechtszaak tegen Weinstein. Dat waren ontzettend complexe relaties die hij met zijn slachtoffers had. Het was heel vaak niet zo dat hij ze alleen maar één keer, het was een vrouw die had een jaar lang een soort van relatie met hem gehad, maar die heeft hem wel aangeklaagd. En er zit altijd, is dat ook ingewikkelder. En ik denk dat mensen zich heel snel medeplichtig voelen aan het in stand houden van iemands gedrag. Terwijl ze zich misschien, dat er mensen zich er meer nu van bewust worden van, oh ja, maar eigenlijk heeft diegene altijd een machtspositie over mij gehad. En ook al ben ik aardig terug geweest, ook al ben ik met hem naar bed gegaan voor mijn part, dat moet niet kunnen. En dat is natuurlijk wat het denk ik heel moeilijk maakt voor mensen om te spreken. En dat begrijp ik ook heel goed, maar ja, je hoopt dat dat is veranderd. Ja. Ja. Ik wil even naar ons eerste literaire intermezzo. Marja Pruijs, schrijver, recensent, essayist voor de Groene Amsterdammer. En ze heeft een column geschreven vandaag, die gaat ze vandaag voordragen. Dat zou heel erg haastklus zijn geweest, over de rol van recensenten. Yes. Waarom wil iemand criticus worden? Of is het iets wat je nooit nastreeft, maar wat je op een dag blijkt te zijn? Bekend is de uitspraak van Leon de Winter dat werkelijk toch niemand vroeger in de klas zijn vinger opgestoken zou hebben als de juf vraagt wat wil je laten worden, om dan blij te roepen criticus. Dat je hetzelfde kunt zeggen over rechter willen worden was nog niet zo bij me opgekomen, maar ik lees nu een boek over rechters en het is letterlijk wat de schrijver daarvan zegt. Want, zegt hij, als je zegt dat je rechter wil worden, dan zeg je eigenlijk dat je smerus wil worden. En opeens zag ik het, de bloedrode lijn die loopt van het beroep van criticus naar rechter, naar politieagent. Sinds mijn broer bij de politie ging, heb ik het liever niet meer over smerussen. Het heeft alles te maken met het verschil tussen scheppende en oordelende beroepen. En niet zomaar oordelende beroepen. Het zijn beroepen die macht in zich dragen, waarbij de duim omhoog of omlaag gaat en het lot van de ander wordt bezegeld. Ik had het te laatst met een bevriend actrice over dat je beter bestolen kunt worden dan afgekraakt in een recensie.
Als je wordt afgekraakt, ik zal proberen niet te overdrijven, dan word je om het leven gebracht. Het zijn maar woorden, zou je in het geval van de criticus kunnen zeggen. Het punt is dat de culturele wereld het moet hebben van woorden. Voor geld moet je elders zijn. Een van de sterke kanten van het boek van Mathilde Gustafsson, Bolwerk, is, vind ik, dat ze de wankele status van de schepper laat zien. De schimmige en informele hiërarchieën waarin hij zich moet zien te handhaven. Ik bedoel, het waarom zij wel en ik het niet, ligt ieder kind in de mond bestorven. Zeker als het broertjes of zusjes heeft. Maar de kunstenaar of schrijver zal, het is niet eerlijk, op een fundamenteel niveau nooit te boven komen. Wat je waard bent, wordt bepaald door een hele reeks van subjectieve beoordelingen. Van redacteur, uitgever, tot recensent en jurylid. Je mag alleen maar hopen dat die subjectiviteit op de een of andere manier wordt gecompenseerd. Door geloofwaardigheid, kundigheid, geïnteresseerdheid, onbevooroordeeldheid, kortom, professionaliteit. Zou ik me kunnen voorstellen dat er iemand bang is voor mij? Toen ik begon als criticus dacht ik, nu kan ik zeggen hoe het zit. Kritieken schrijven leek me een veilige, indirecte manier om mijn stem in de openbaarheid te oefenen. Want ik wilde zelf ook schrijven, maar durfde niet zo goed. Kritieken schrijven lag helemaal in de lijn van wat ik leuk vond en waar ik goed in dacht te kunnen zijn. Zoals sommige mensen een absoluut gehoor hebben, dacht ik een absoluut gevoel voor literatuur te hebben. In dat geloof in eigen absoluutheid was ik, denk ik, genadeloos. Achteraf gezien kon ik dat ook zijn. Allereerst omdat ik niemand kende. Ik had ze tijdens mijn studie wel zien staan. Connie en Jessica en Arie en Joost en Matthijs. Maar ik was te schuw en te stijf om me daarbij in de buurt te begeven. Het was mijn wereld niet, nog niet. Daarnaast merkte ik, toen ik net begon, dat genadeloosheid op prijs werd gesteld. Het feit dat je als beginnend criticus niet bang bent om gevestigde reputaties te kraken, maakt jou moedig en fris. Je durft kennelijk op je eigen oordeel te varen. Je eigen status groeit ten koste van die van anderen. En ook dit, als je kritisch bent in de zin van negatief, denken mensen dat je slim bent. Misschien kun je het zelf ook af en toe denken. Het is net alsof je boven de maker staat, alsof je zijn motieven kunt doorzien. Nog iets belangrijks, als je dit een beetje grappig doet, met andere woorden iemand anders belachelijk maakt, krijg je de lachers op je hand. Hier gaat een niet te onderschatten verleiding van uit. En nu moet ik even heel hard nadenken, want ik heb de hele week heel hard nagedacht, want er is iets veranderd in de loop der jaren, maar wat? Nog steeds word ik gedreven door de behoefte om te zeggen hoe het zit. Ik ben eerder ongeduldiger dan milder geworden met de jaren. Ik heb nog steeds last van bewijsdrift in de zin dat ik telkens het ultieme stuk wil schrijven over andermans boeken. Ik vind het recenseren niet gemakkelijker geworden. Ik weet gewoon meer. Ik eet met Connie, met Jessica. Ik heb jarenlang een affaire gehad met Matthijs. In de hoop dat hij me één keer voor zijn programma zou uitnodigen. Eén keer tot boek van de maand. Ik ben blij dat jullie een beetje moeten lachen. Ik weet meer van het effect van stukken. Meer van de innerlijke dynamiek tussen critici. En ik weet ook dat je als je een schrijver persoonlijk kent, je beter niet over hem kunt schrijven. Nee, literatuur is geen kastplantje, schrijvers zijn niet zielig. En dat je werk beoordeeld wordt in de openbare ruimte, het hoort erbij. Maar wat er toch echt niet bij hoort, is angst. Al ben ik dat pas heel laat gaan beseffen. Waarom ben ik bang voor sommige critici? Een bevriend schrijfster zei, er zijn critici die willen niet zomaar criticus zijn, die willen gevreesd criticus zijn. Ja, dacht ik even, misschien is dat het. Het zijn critici die er geen groter plezier in hebben dan om een schrijver kapot te maken. Het liefst op de dag dat hij zijn feestje viert. De aanleiding kan van alles zijn. Een formulering in de aanbiedingstekst, een komma waar die volgens hem niet thuis hoort, een afbrekingsfout op pagina 68. Wat het ook is, hun oordeel heeft niet met het boek te maken. En dat maakt deel uit van hun schrikbewind. De grilligheid en onvoorspelbaarheid van wat ze vinden. De schrijvers met gevestigde reputaties of een groot lezerspubliek proberen ze eronder te krijgen door ze belachelijk te maken en te vernederen. Als ze iemand als eerste of enige omhoog kunnen tillen, dan gaat het
vaak om jonge schrijfsters of knappe vrouwen in Scandinavië. Dan gaat de superlatieve la open. En dan is er nog een categorie die op hun ballen kan rekenen, zo lijkt het. De schrijvers die ze kunnen interviewen in een boekhandel of op het podium van de Schouwburg. Nou ja, als ik het zo op een rijtje zet, klinkt het natuurlijk best wel niet echt als iemand om bang voor, of critici om bang voor te zijn. Meer als kleine mannen, ja, mensenmannen, wie macht wordt bepaald. Wie macht wordt bepaald door de macht van hun podium. Een groot landelijk dagblad. Waarin ze decennia lang, week in week uit, achterover kunnen leunen. Duim omhoog, duim omlaag. Wie macht ook zomaar in één kan schrompelen. De tijd is rijp. De volgende valkuil wacht ons. Dat we hun zielen gaan vinden. Dank jullie wel. Dankjewel, Marja. Mag ik je nog iets vragen ook? Ik vond een van de dingen die je schrijft, vond ik ontzettend. Ik vond het sowieso heel interessant, maar ik vond één ding ook heel interessant. Je schrijft over het grappig afkraken van anderen, dat daar niet te onderschatten verleiding van uitgaat. Mm-hmm. En ik vroeg me af, heb je er zelf ook wel eens aan toegegeven? Heel vaak. Ja? Ja, heel vaak. Ja. Ik vond mezelf vroeger wel veel grappiger dan dat ik nu vind. Dat vind ik wel af en toe een beetje onrustbarend. Maar waarom ben je daar, waarom ben je er dan mee opgehouden? Omdat ik het makkelijk vind en ook eigenlijk niet meer zo interessant. En sowieso vind ik het leuker inmiddels om over boeken te schrijven die ik goed vind. En je stelde de vraag ook, maar je beantwoordde hem niet. Ben je zelf, denk je, gevreesd als criticus? Ja, ik denk het wel. Dankjewel. Ja, wat er niet bij zou horen, moeten horen, is de angst. Zijn jullie bang voor critici? Nee. Nee? Nee, ja, misschien jullie wel, maar nee. Ja, nee, ja, ik weet niet. Marja beschrijft het wel mooi dat die angst er soms uit voorkomt dat je uiteindelijk besproken wordt niet op je boek, maar gewoon op wie je bent of welke plek je inneemt. Tegelijkertijd is er ook een subjectiviteit die je heel graag omarmt, hoor. Dat je heel gemakkelijk. Ik heb altijd liever dat een criticus een hekel aan mij persoonlijk heeft dan aan mijn boek. Maar op een of andere manier is dat natuurlijk wat die angst is. Kijk, macht op zich zou niet iets ergs hoeven zijn als die macht helemaal eerlijk wordt ingezet. En op het moment dat je dat gevoel hebt dat het niet zo is, dan ontstaat die angst eigenlijk. Maar kijk, jij zegt wel iets interessants. Jij zegt gewoon nu, ik heb liever dat een criticus een hekel aan mij heeft dan aan mijn boek. Bijvoorbeeld, daar sla ik dan al helemaal op aan. Dan denk ik, oké, maar waarom gaat een criticus iets schrijven in een recensie over jou als persoon? Hoe komt het dat jullie elkaar kennen? Hoe goed kennen jullie elkaar? Waar zien jullie elkaar? Waarom bespreekt hij je boek? Allemaal dat soort vragen. Waarom vind jij dat prettiger? Want het gaat ineens over. Ik bedoelde meer gewoon in de zin van dat je altijd hoopt dat je boek onaantastbaar is. En dat je bijna liever hebt dat iemand. Ja, oké, maar dus. Je een lelijk gezicht vindt hebben dan dat ze iets. Dat snap iets ik, maar dus is er al iets aan de hand. Het feit dat je dit zegt, dat dus allemaal mensen elkaar kennen. Dat klopt al niet, vind ik. Nee, maar goed, ja, kijk, ik denk dat zeker in. Ik weet niet of het per se in Nederland is, maar. Ik denk dat als een criticus jou bespreekt, dat hij niet alleen Danny is een star bespreekt. Hij weet wie jij bent, hij weet wat voor oeuvre je hebt, hij weet wat voor positie. Ik denk dat soms zijn dat dingen die heel actief meespelen en soms zijn dat. En dat bedoel ik niet per se in de zin van of iemand je vriend is of niet. Maar gewoon je neemt een bepaalde positie in het landschap en daar verhoudt zo'n criticus zich ook tegen. Tuurlijk, maar waar denk ik hierom gaat, dat er recensenten zijn die inderdaad niet het boek bespreken, maar een persoon. Ja. Maar niet per se op persoonlijke gronden natuurlijk. Dat nee, is denk nee, ik nee, zo bedoel ik ook. Maar meer gewoon van, jij neemt een positie in het landschap en dat wordt mee. Ik bedoel, zoals een debutant vaak welwillender wordt besproken dan een gevestigde schrijver. Ja. Ik bedoel, in die zin wordt dat allemaal meegenomen. Okay, ja. Ja, Marja Pruijs schreef het zo. Je mag alleen maar hopen dat die subjectiviteit op een of de andere manier wordt gecompenseerd door geloofwaardigheid, kundigheid, geïnteresseerdheid, onbevooroordeeldheid, kortom, professionaliteit. Mm-hmm. En dan is toch mijn vraag, hebben jullie daar vertrouwen in het Nederlands literaire landschap op dit moment? Ik denk dat dat heel erg afhangt in sommige recensenten wel en in sommige niet. Zo simpel is het. Maar ik vind dat eigenlijk een soort.
kijk, ik ben een keer als debutant heel erg de grond, heel erg ad hominem de grond ingeschreven door iemand die mij helemaal niet persoonlijk kende. En ik was net nu, ik kwam net kijken, ik schrok er enorm van. Ik voelde me heel kwetsbaar daarin, maar het heeft me wel sterk. Ik zou daar nu niet meer zo. Dat heeft wel ervoor gezorgd dat ik denk. Je kijkt er op een gegeven moment ook een beetje op neer. Omdat je denkt, ja gast, wat doe je nou eigenlijk? Ik bedoel, heb je dit echt nodig om dit te doen? Prima. Dus weet je, daar voel ik me niet meer. Dat maakt je ook. Op een gegeven moment denk je, weet je wat? En dat is natuurlijk soms jammer. Dat je bij sommige mensen denkt, oh ja, die doet dat. Maar gelukkig, ik wil even wel gezegd hebben. Dat natuurlijk voor de meeste recensenten heb ik dat gevoel helemaal niet bij. Nee. En heb ik het idee dat ze van literatuur houden. En dat ze oprecht geïnteresseerd en nieuwsgierig zijn naar boeken. En dat mag je ook wel hopen voor lezers van recensies natuurlijk vooral. Ja. Er komt even een telegram binnen. Er komt een. Oké, bedankt. Nou, we hebben nog 1 minuut. Ja. Nee, we hebben nog wel even. Nee, maar, helaas. Ja, en ik denk dat we. Ja, ik denk dat we allemaal wel zo'n spottende, smalende, negatieve recensie hebben gehad. Die gewoon. Ja, je week verpest en zo. Kijk, het gekke is, ik ben literair criticus geweest. En ik maak samen met Marja de boekenbijlage van de Groene Amsterdammer. Ik heb in juries gezeten. En ja, ik ben bijna uitsluitend op plekken geweest waar mensen heel conscientieus met liefde voor literatuur bezig zijn. En ik heb in juries gezeten. Dan zijn mensen echt niet bezig met, kan ik mijn vriendje op de lijst krijgen? Ik bedoel, dan ben je eindeloos met elkaar aan het praten. Het wordt allemaal. Over het algemeen kom ik gewoon heel veel mensen tegen die gewoon heel veel met heel veel liefde iets doen. En dan nog, ja, inderdaad, dat ben ik wel met Maartje eens. Er zijn inderdaad ook genoeg momenten waarop je te dicht op elkaar zit, waarop je eigenlijk een stap opzij moet doen. Al is het maar om die verdachtmaking te voorkomen. En al is het maar dat gewoon uit wat Marja zei, die had over professionaliteit, dat het gewoon professioneel is om op sommige momenten iets niet te doen of gewoon een stap achteruit te zetten. En ik denk dat misschien meer zou kunnen gebeuren. Ja. Ik ga het toch noemen. Ik zat er heel erg over te twijfelen of ik dat nou wel of niet moest doen. Maar ik vind dat de manier waar we nu heen gaan met het gesprek, dat het eigenlijk niet anders kan. Want Arjan Peters is op non-actief gesteld door de Volkskrant. Daar loopt een arbeidsgeschil. Hoofdredacteur Pieter Klot liet weten dat er geen bewijs is gevonden voor MeToo-achtige taferelen. Doen het op machtsmisbruik in ruil voor seksuele handelingen. Maar wat ik heb gelezen, had hij vaak contact met schrijvers, schrijfsters voornamelijk, voordat hij een recensie ging schrijven. En ik denk dat we het erover moeten hebben eigenlijk, omdat we het erover hebben dat we het over dingen moeten hebben. Dus dat het gek is als we dat niet bespreken. En wat wil ik er dan over vragen? Hè? Wat ik dus wel interessant vind is, want we hebben het nu deze avond is heel geframed, ook als MeToo terecht. Daar gaat het ook over. En ik vond het wel ik vond dat een interessante reactie van Pieter Klok. Dat hij zei. En ik snapte het heel goed, want Arjan Peters werd van de wildste dingen beschuldigd die helemaal niets te maken hadden met waar het over ging. En tegelijkertijd denk ik, maar. Wat is dan, waar hebben we het net ook al over, van dat die MeToo-discussie blijkbaar zo zwart-wit wordt gezien vaak. En dat ik wel, dat ik denk van ja, maar het is dit, Harvey Weinstein en die Arnault, die zijn niet een soort van de gouden maat der dingen. En als je dat niet bent, dan heeft het ook meteen niks meer met MeToo te maken. Dus ik begreep van Pieter Klok dat hij dat deed. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, maar is het dan niet tijd dat we de hele discussie over MeToo, dat ook genuanceerder wordt en dat het dus complexer is dan dat. Want het heeft natuurlijk wel degelijk met machtsmisbruik te maken en ook met een heel specifiek soort machtsmisbruik. Dat heel erg iemand die veel te veel eigenlijk contact zoekt met vrouwen. Dat is een groot deel ervan geweest, denk ik. Dus dat vond ik. Arjen Peters is geen Harvey Weinstein. Arjen Peters is geen. Volgens mij moeten we dat heel vaak zeggen voor de advocaat van Arjen Peters, dat het absoluut geen. Maar dat is het ook niet. Ja. Maar het enige wat je dan kan zeggen is, hij mailde alleen vrouwen en niet mannen. En dat maakt het al. En ik bedoel, daar gaat het uiteindelijk deze discussie ook. Alle voorbeelden die we bijna kennen gaan om mannen die bij vrouwen zitten te peuteren, te luren. En vaak is het maar gewoon om aandacht. Ja. En
Dan ben ik het helemaal met je eens. Ik bedoel, het heeft niks te maken met Jean-Claude Arnault uit het Bolwerk. Maar het is gewoon een hele kleine, minieme vorm van. Die net zo, of nou, niet net zo, maar die gewoon ook natuurlijk lijkt me heel irritant kan zijn. Ja, nou, en natuurlijk gewoon minder. Ik bedoel, het is heel makkelijk om. Nee, ik bedoel, als iemand zo een seriële verkrachter blijkt of zo, dan is dat heel. Dat is heel duidelijk of zo. Dat is heel duidelijk wat er aan de hand is. En als iemand steeds net een grens overgaat, maar eigenlijk niet genoeg om. Hè, dat het steeds. Dat het lijkt van. Hè, ben ik het nou dat ik dit er net een beetje raar vind? En dat. Ja. Of. Dat maakt het zo glibberig, maar dat maakt het ook heel, dat wil ik even toch gezegd hebben, ook aansluitend op Marja's laatste zin. Het tragisch dat we dan iemand als ineens, dan vinden we iemand heel sneu. Maar ik denk ook, van dat is ook raffinement. Dat is dus ook iemand die, dit is mijn mening hierover, iemand die eigenlijk heel, heel goed weet van ik ga niet al te veel grenzen over en eigenlijk kom ik er dan mee weg? En heb ik ook het gevoel, kan ik mezelf misschien ook wel vertellen dat ik niks doe wat verkeerd is? Maar alles bij elkaar opgeteld, dan is er toch wel een enorm patroon. En is er. En waar zit dat verkeerd in voor jou? Waar zit die grens? Nou, eigenlijk, kijk, want we hebben het hier de hele tijd over een heel grijs gebied. Maar er zijn ook heel veel dingen die gewoon helemaal niet zo grijs zijn. Namelijk dat je hebt om een recensie te schrijven het niet nodig om contact te hebben met een auteur. En dat is eigenlijk, dat zou je best wel in een richtlijn kunnen zetten voor een. Ik bedoel, staat in de richtlijn. Hoofdredacteur Pieter Klok zegt dat contact zoeken met de auteur voor het verschijnen van een recensie onacceptabel is. Ja, maar dat is dus inderdaad, dat is, lijkt mij een heel duidelijke grens. Dus wat er gebeurt is, je verplicht eigenlijk een auteur om die zich tot je verhoudt. En een auteur zou zich niet tot je moeten verhouden en helemaal niet als vrouw en helemaal niet op een soort te amicale manier, dat je eigenlijk gedwongen voelt. Ik bedoel, mensen voelen zich, ik denk niet dat mensen zich totaal geïntimideerd hebben gevoeld door Arjan Peeters, maar ik denk wel dat ze hebben gedacht, ja, shit, hoe moet ik hier nou op reageren? En nu moet ik wel aardig doen, want hij, ik bedoel, al dat soort overwegingen, die zou je al niet hoeven maken als schrijver ten opzichte van een recensent. En dat is voor mij eigenlijk al bijna. Dat is dus, het gaat over integriteit en ook over iemand in een positie stellen die gewoon niet nodig is. Dus dat vind ik wel helder eraan, aan het hele verhaal. Hoe grijs het gebied ook is en ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Maartje? Nou ja, eigenlijk ging het inderdaad net. Ik ben blij dat je even toch zijn naam noemt. Want over omstanders gesproken of angst gesproken, merk ik zelfs. Ik heb verder helemaal niks meegemaakt met Arjan Peeters. Maar ik heb toen, naar aanleiding van het boekje van Eus over of de literaire wereld corrupt is of niet, gezegd, nou ja, ik ken wel recensenten. Nou, dat schurkt een beetje tegen het MeToo-achtige zoiets. Dat is of vervolgens uit de Volkskrant gehaald. Over wat Nina zegt over hoe dan de buitenwereld iets op kan schudden. Of wat er dan kan gebeuren. Is iedereen, ik kreeg meteen van alle kanten sms'jes. Oh, dat gaat over Arjan Peeters. Maar de Volkskrant heeft het uit het artikel gehaald, waardoor het opviel. Maar daar komen eigenlijk een paar dingen samen waar we het nu over hebben. En wat wel interessant is en wat ik ook interessant vind bij mezelf om te merken. Want ik heb dat gezegd meer doordat ik verhalen ken. En dan zit ik hier toch, terwijl ik ook zeg, je moet je uitspreken, bijna bang. Omdat ik denk, ah ja, ik wil niet één iemand. Dus we hebben het nu net heel algemeen over recensenten. En dit gaat er soms mis en dat kan er gebeuren. Omdat ik niet één iemand wil shamen of zo. Dat is natuurlijk het gevaar aan zo'n soort verhaal. En dat is ondertussen ook het gevaar aan dat het zoiets kan blijven bestaan. Of dat ik merk, terwijl ik eigenlijk niks baanbrekends heb gezegd. Gewoon iets heb gesignaleerd en dat heb gevraagd naar aanleiding van wat een journalist mij vroeg, hoe dat helemaal is geëxplodeerd en hoe ik daarmee direct in verband word gebracht met een MeToo-zaak, direct in verband wordt gebracht bijvoorbeeld op Twitter, of ik dan wel of niet seks zou hebben gehad met hem en of het wel of niet erg is. Daar ben ik best van geschrokken in die zin dat. Niet van geschrokken dat ik mezelf geïntimideerd voel, maar hoe daarop gereageerd wordt weer door de buitenwacht. Omdat dat precies
denk ik, is waarom mensen zich uiteindelijk misschien niet uit durven te spreken. Omdat er dan zoiets groots aan blijft plakken. Of ik weet niet wat voor soort briefje jij net kreeg. Maar ik denk dan meteen, oh, een briefje, heb het wel of niet. Zeg maar, er zit een soort toch een beetje een angstcultuur alsnog. En ik, nogmaals, ik ben niet bang, er is niks gebeurd. Ik kan bijna niks verkeerd zeggen in die zin, omdat dat er niet direct contact tussen ons is geweest. Het zijn gewoon verhalen, een antwoord op een journalist. En dat is wel gevaarlijk aan zo'n soort verhaal. Nou ja, het is natuurlijk inderdaad wel gevaarlijk. Je bent eigenlijk, kijk, dit is natuurlijk maandenlang bezig geweest zonder. Er komt een moment dat het publiek wordt en dan is het gewoon up for grabs. En dan is het in de wereld en dan doet iedereen maar wat. Ja. Terwijl eigenlijk zijn er heel veel mensen achter de schermen al maandenlang bezig geweest met. Oké, laten we het wel genuanceerd houden. Ja. En laten we wel praten waarover het gaat. En laten we het niet een soort verhaal maken wat het niet is. Maar uiteindelijk maakt dat dus niet uit. Want als iets publiek wordt, wordt het alsnog een verhaal. Ja. En dat is het is natuurlijk heel moeilijk dat de Volkskrant nog niet juridisch mag openbaar maken wat er gebeurd is vanwege het verschil. Maar dat is wel grappig, want ik las die opmerking van jou. En toen dacht ik, wauw, ik bedoel, dat is gewoon een anonieme opmerking. Toen kwam het hele dag, wauw, Maartje durft. En dat zegt wel heel veel over. Dat gevoel dat er is, dat iedereen toch altijd een beetje bang is om het hardop te zeggen. Dat komt toch ook omdat je wil. Niemand wil iemand van een brug duwen, toch? Nee, niemand helemaal wil niet. Iemands en carrière. Ik denk altijd van ja, tuurlijk. Dus een man raakt zijn baan kwijt, hoe betaal je hypotheek? Ik bedoel, dat denk ik ook altijd. Maar in dit geval, voor mezelf, ik bedoel, ik heb ook nooit iets met hem te maken gehad. Eén keer op een borrel een tijdje met hem staan praten. Een hele aardige vent verder. Maar dit is wel iemand, zolang als ik in de literatuur ben, is gewoon door de jaren heen wel vaak tegen me zeggen van ja, pas voor deze persoon op. Want je kan hem niet vertrouwen. En ik bedoel, dat betekent niet dat hij niet te vertrouwen is. Ik bedoel, er gaan heel veel roddels in de literatuur die niet waar zijn. Ik bedoel, dat is gewoon wat een klein wereldje is. Maar het is wel gewoon het zoveelste voorbeeld. Dat je een publiek geheim hebt. Totdat iemand gewoon één keer een opmerking maakt. En dan is dat. Klaar. Maar ik denk zelfs dat het hele. Voor mij was het een klein incident. Nogmaals, antwoord op een vraag van een journalist. Ja. Maar dat hele. Hoe dat allemaal uit de hand heeft kunnen lopen. Dat precies het systeem is. Omdat eigenlijk al in. Wanneer was dat Harvey Weinstein? 2017. Toen was er al een groep van auteurs die zeiden van. Oh, maar hier is dat ook aan de hand. En hier is het ook aan de hand. En hier ook. En die wilden al bij elkaar komen. En het is al aangekaart bij de krant. Mensen hebben er hier al van gehoord. Maar het is. Nogmaals, omdat het zo'n grijs gebied is, dat is nu heel vaak gevallen, dat woord. Maar, sorry daarvoor. Daardoor kan je natuurlijk niet als krant ook, dat snap ik. Je kan niet ineens iemand gaan ontslaan. Of je denkt, wat is er dan gebeurd? Nou ja, oké, dat valt allemaal wel mee. Het gaat om een reeks, het gaat om een structurele, om een reeks aan verhalen. En dat je merkt van, oh, hier is sprake van machtsmisbruik. En als dat niet van binnenuit wordt opgelost, dan ontploft zoiets. Dus dat is ook tegelijkertijd het gevaar in hoe je dat eerder kan signaleren. Ook binnen de UvA, binnen Oostpool, weet ik wat er allemaal gebeurd is. Mm-hmm. Maar ik bedoel, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Niemand vindt het leuk om iemand aan te wijzen en te zeggen, dit is dat is ook bijvoorbeeld mijn bedoeling nooit geweest. Dat is zo helemaal geëxplodeerd. Ja, en dat is meer aan de krant of aan het systeem of aan desbetreffende recensenten te danken dan aan een opmerkingje van mij. En dat wordt dan zo raar geleerd. Ja, dat vind ik er wel gevaarlijk aan. Omdat ik al merk, terwijl het niet met mij is gebeurd, niks met mij is gebeurd, helemaal niks. En ik al merk wat dat met mij doet, laat staan als er wel iets met mij was gebeurd. Ja. Dus heeft heel veel, dat vergeten we. Dan krijg je ook hele lompe mailtjes in de dagen dat dat net naar buiten was gekomen. Dan krijg je gewoon hele lompe mailtjes in je inbox van, waarom is dit niet eerder gezegd? En weet je wat mensen, dat je echt denkt, maar je weet helemaal niet wat de ervaring speelt. Is. Nee. En ook wat mensen daarin hebben meegemaakt en hoe dat voor mensen voelt of zo. Dus dat is, wat je al eerder zei over het voelen van schaamte voor iets waar je geen schuld aan hebt, is natuurlijk ook heel groot. Ja, want de meeste schrijvers zeggen ook van, ik vond het natuurlijk als het zo is van, ga je mee lunchen, ik heb hier een mooie recensie voor je.
Het is ook het is natuurlijk ook leuk en oh, gelukkig. Ik heb een, net als wat ik net zei over mijn vader en moeder die de krant zien als instituut. Als iemand tegen mij zegt, nou Maartje, je hebt 5 sterren in de Volkskrant, hier heb je een broodje kroket. Ja. Wie weet wat ik dan doe, maar het gaat erom, gaat erom dat dat niet hoort. Dus wat de schrijvers daarmee doen, daar wordt dan ook over gepraat van, ja, jullie gaan toch zelf mee lunchen en zo. Ja. Maar dat vind ik... Nee, je hoeft dan niet in zo'n positie gebracht te worden. Nou ja, er is iets anders wat ik toch ook wel problematisch vind in dit verhaal en eigenlijk in al dit soort verhalen. We hebben het nu heel erg over individu met individu, maar er zijn natuurlijk ook gewoon instituties, zoals de uitgeverij. Ja. En ook op uitgeverijen was dit verhaal was bekend. Dus ligt daar dan niet een grote verantwoordelijkheid? Ja, vind ik ook. Vind ik eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, ook. Ja, ik bedoel, net als het is ook. Ik bedoel, ik denk, ja, dat hadden uitgeverijen. Maar uitgeverijen zijn ook van critici afhankelijk. En die willen ook, met de belangrijkste criticus van de Volkskrant een goede band houden. Dus die gaan ook, weet je, die manoeuvreren zich ook in gekke posities. Terwijl je ook zou kunnen denken, ja, ik weet veel. Als alle uitgeverijen bij elkaar zouden komen en collectief zouden zeggen, dit willen wij niet meer zo. Ik zeg maar wat. Ja. Ik snap dat het heel utopisch is gedacht en zo, maar... dat eromheen dansen, daar zitten allerlei partijen zijn daarbij betrokken. Dat is gewoon zo. Ja, en dan kan mij, ik bedoel, ja. Ja, of ook wat Marja net zei in haar column, dat er dan een recensie, of dat zei jij net ook even, dat er een recensie geschreven wordt en daaraan vast zit een tour langs allerlei boekhandels met een auteur. Ja. Betaald, meestal niet veel, maar toch, dat klopt gewoon niet. En dat kan dan uitgeverij ook niet vragen. Dat vind ik wel dat er een verantwoordelijkheid bij. Nou ja, dan werk je als uitgeverij mee aan iemands feitelijk corrupte gedrag. Ja, en dan denk je, ik maak er gebruik van in plaats van dat ik het tegen me laat werken. En dat is ook wat ik bedoel. Het is allemaal begrijpelijk, maar het is allemaal wel waardoor dat dus blijft bestaan. Ja, nou volgens mij ligt hier iets heel concreets eigenlijk. Namelijk een vraag aan uitgevers om na te denken over hoe ze toch een veiligere plek kunnen creëren voor hun auteurs. Kunnen we dat zo zeggen of niet? Nou, ik weet... Ja, het is ook ingewikkeld, omdat er zoveel... Ja. Dat is het ingewikkelde misschien aan de literatuur. Je bent inderdaad nergens... Je bent als auteur natuurlijk ook geen werknemer van je uitgever of zo. Ik denk dat het een soort samenspel is waarin mensen wel gewoon met elkaar in contact moeten blijven. En weet ik veel, dat het een soort gedeelde verantwoordelijkheid is misschien... Want auteurs zijn natuurlijk ook volwassen mensen in zekere zin. Ik bedoel, uiteindelijk... Ja, natuurlijk. Maar het is toch wel frappant dat de mensen die hier nu iets over gezegd hebben, zijn schrijvers. Klopt, dat zijn geen uitgevers. Dat klopt. Nee, die moeten natuurlijk allemaal heel diplomatiek. En dat is soms, dat vind ik ook soms jammer. Nou, in het stuk van de NRC werd het wel een beetje aangekaart. Dat er inderdaad schrijvers werden geïnterviewd bij een boekhandel. En hij werd dan weer betaald via een boek. Ik bedoel, er zijn inderdaad... En je kan voorstellen dat... Nou ja, volgens mij ligt dat niet eens bij de uitgeverij, maar in zo'n geval ligt het gewoon bij de krant. Ik bedoel, het is bij ons gewoon een regel dat je niet een schrijver in een boekhandel gaat interviewen en dan de week ervoor een bespreking erover schrijft. Dat is gewoon ongeloofwaardig, als dat niet corrupt is. Dus ik bedoel, dat is denk ik ook gewoon een verantwoordelijkheid die de krant, waar de krant beter zicht op zou moeten hebben. Ja. Ik wil denk ik naar het volgende intermezzo, als jullie dat ook goed vinden. Ja, natuurlijk. En eraan toe. Marjolein de Kok is journalist, schrijver en boekenredacteur bij Het Parool. Haar derde boek, Maar ik hield er wel van, je verschijnt deze herfst. En zij verzorgt een literair intermezzo waar ze ook nog even iets over zal zeggen. Er is hier net gesproken over het medeplichtig voelen van het in stand houden van het gedrag. En ik moest daar heel erg aan denken toen ik Mijn Duistere Vanessa las van Kate Elizabeth Russell, dit jaar verschenen, in Nederlands vertaling ook, van Gerda Baartmans en Monique Terberg. Waarin een jong meisje door haar leraar Engels met gebruikmaking van literatuur waarin eigenlijk de liefde voor jonge meisjes wordt verheerlijkt, door deze docent wordt gegroomd om een affaire met hem te beginnen. Dit meisje is geen slachtoffer, vindt ze zelf. En ze is nooit slachtoffer geweest, Vanessa.
Ze verwerpt pogingen van vrouwen die wel slachtoffer zijn geweest, die haar voor haar karretje willen spannen in de MeToo-affaire. Want wat zij, Vanessa, vanaf haar 15e meemaakte met haar docent Engels, was liefde. Echte, grote, grootse, ware liefde. Zijn duistere Vanessa was ze. Na de roman Bleek Vuur van Vladimir Nabokov. Een roman in de vorm van een 999 regels tellend gedicht. Kom en laat je aanbidden, laat je strelen, mijn duistere Vanessa, mijn esdoornrode, vereerde, verheven vlinder. En zij waande zich vlinder, voorbestermd, hiervoor gemaakt. Een van die meisjes van een magische leeftijd, een nymfijn als Lolita uit Nabokovs roman. Want het is met de literatuur als bondgenoot waarmee de 42-jarige Jacob Strain zijn leerlingen manipuleert en haar als ware groomt voor een obsessieve seksuele relatie. En het moet een liefdesverhaal blijven, vindt Vanessa. Want ik was niet zwak toen ik 15 was. Ik was slim, ik was sterk. Want ik wist waar ik aan begon. Ik wilde het toch zelf. Toen Elizabeth Kate Russell haar anti-Lolita schreef, dacht ze daarbij terug aan de verschillende manieren waarop ze de roman Lolita had gelezen vanaf haar 14e. Toen zij 14 was, wilde ze eigenlijk Dolores zijn, degene naar wie Humbert zo hunkert. Pas vele jaren later en vele keren lezen verder, zocht ze naar het echte verhaal achter Lolita, naar Dolores. Naar het verhaal achter de verontschuldigingen en de mooie taal. Het misbruik dat in kleine details overal in de tekst wel verborgen zat. En daarna zag ze het overal, in literatuur, in films, Pretty Woman, Lost in Translation, American Beauty, songteksten als die van My Sharona, I Always Get It Up for the Younger Kind, de mythologisering van het kindvrouwtje. Toen de MeToo-affaire losbarstte, zat Russell in haar laatste schrijffase en kreeg haar boek over het seksueel ontwaken en het grote, alweer grijze gebied van seksueel misbruik een nieuwe urgentie. Haar eerste impuls was negeren dat hele MeToo. Gewoon mijn boek afmaken met dat kleine verhaal wat ik zelf wil. Dat kleine, grootse verhaal van Vanessa. Ik interviewde haar eerder dit jaar en toen zei ze dat ze zich geleidelijk aan toch begon te realiseren dat haar boek, dat kleine verhaal, onderdeel was van iets grootsers. Dat is precies waar we het vanavond hierover hebben. Het gaat niet alleen om de cartooneske slechterikken als Weinstein. Het gaat over de manier waarop je iemand klein kan maken, klein kan houden, pijn kan doen en ermee weg kan komen zolang hij meer macht heeft dan jij. En daar wou ik een stukje uit voorlezen. En het is een stuk uit het begin van het boek, waarin er nog niet zo heel veel aan de hand lijkt te zijn. Maar toen ik het boek voor de tweede keer las, dacht ik van, oh, het zit er eigenlijk vanaf het begin al zo verschrikkelijk in. En zij wil het niet zien. En als lezer wil je het eigenlijk ook nog niet helemaal zien. Maar het zit er overal tussendoor. Ze zit in een schrijfclubje van Jacob Strain. En op een dinsdagmiddag, zo begint het, na de schrijfclub, als Jesse al halverwege de gang is, zegt Strain dat hij iets voor me heeft. Hij doet de onderste la van zijn bureau open en pakt er een boek uit. Is dat voor de les? Vraag ik. Nee, voor jou. Hij loopt om zijn bureau heen en geeft me het boek. Ariel van Sylvia Plath. Heb je wel eens iets van haar gelezen? Ik schud mijn hoofd, draai het boek om. Het is stuk gelezen en heeft een blauwe stoffen omslag. Er steekt een stukje papier tussen de bladzijden als provisorische bladwijzer. Ze is een beetje te, zegt hij, maar jonge vrouwen zijn dol op haar. Ik weet niet wat hij bedoelt met dat te, maar ik wil er niet naar vragen. Ik blader door het boek, flarden van gedichten, en stop bij het gedicht bij de bladwijzer. De titel Lady Lazarus staat er in vetgedrukte hoofdletters boven. Wat is er met dit gedicht, vraag ik. Wacht, ik laat het je zien. Hij komt naast me staan, slaat de bladzijde om. Zo vlak naast hem voelt het alsof ik word ingelijfd. Mijn hoofd komt nog niet eens tot zijn schouder. Hier. Hij wijst op de regels. Ik verrijs uit de as met mijn rode haar en ik verslind mannen als lucht. Dat deed me aan jou denken, zegt hij. Dan brengt hij zijn hand naar achteren en trekt aan mijn paardenstaart. Ik staar naar het boek alsof ik het gedicht bestudeer, maar de coupletten vervagen tot zwarte vlekken op de gele bladzijde. Ik weet niet wat er van me wordt verwacht. Het voelt alsof ik nu zou moeten lachen. Ik vraag me af of dit flirten is. Maar dit kan niet. Flirten zou leuk moeten zijn. Dit is te heftig om leuk te zijn. Vind je het goed dat het me aan jou deed denken? Vraagt hij zacht. Ik ga met mijn tong langs mijn lippen, trek mijn schouders op.
Natuurlijk. Ja, want ik moet er niet aan denken dat ik te ver zou gaan. Te ver gaan. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Maar de manier waarop hij naar me kijkt weerhoudt me ervan om door te vragen. Ineens lijkt hij zowel verlegen als hoopvol. Alsof hij misschien wel gaat huilen als ik zou zeggen dat hij te ver is gegaan. En dus glimlach ik, schud mijn hoofd. Nee hoor. Hij ontspant. Mooi, zegt hij en loopt bij me weg. Terug naar zijn bureau. Lees het en laat me weten wat je ervan vindt. Misschien inspireren haar gedichten je. Dankjewel. Dit gaat over een oudere man met een minderjarig meisje. Maar er zijn ook in het nieuws gekomen relaties die mensen hadden, terwijl de een student is en de ander leraar. Ongelijke relaties, maar wel van meerderjarige mensen en wel met consent. En ik weet dat niet, dus daarom vraag ik het aan jullie. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, want het is ook onderdeel van dit gesprek, denk ik, toch over macht. Nee, dat is denk ik wat ik net probeerde voor te stellen. Je kan als 22-jarige student stapelverliefd worden op je 42-jarige leraar. En daar kunnen jullie met z'n tweeën de rest van je leven stapelgelukkig mee zijn. Maar ik denk dat je best als universitaire instelling kunt zeggen van het is niet wenselijk dat een leraar met een student heeft. Dan dien je maar te wachten totdat iemand afgestudeerd is. Of geef je het aan zodat je geen les aan... In zo'n geval zou je willen dat er een makkelijk handvat is waarmee je... Die zijn er absoluut. Toen ik studeerde aan de UvA, toen had ik gesprekken met mijn docent en dan werd heel erg zo duidelijk van de deur moet open blijven. En toen, waardoor ik ineens helemaal dacht, hebben we het hier ineens open? Maar ja, ik bedoel natuurlijk, de protocollen zijn er allemaal. Nee, maar dat is net wat ik bedoelde. Dat zou ik dus willen, dat die protocollen op veel meer plekken zouden zijn. Want inderdaad, op de universiteit heb je denk ik gewoon... Maar het natuurlijk protocollen zijn dus ook common sense. Gewoon. Ik denk dan ook, moet het allemaal op protocollen? Je kan toch ook gewoon weten, op dit moment ben ik in de positie dat ik kan beslissen over iemand anders. Ik heb macht over iemand anders. Dan moet daar iets gered. Ik bedoel, ik hoef toch niet allemaal in een boekje van, wacht even, ik wil graag met jouw tongen. Ik ga even kijken of dat in een protocol... Het gaat er juist om dat je dat heel vaak in de heat of the moment al dat soort dingen en ook lange termijn gevolgen uit het zicht kunnen verdwijnen. Ja, maar ja. Dat vind ik wel echt achterhaald. Als dat nu nog steeds is, als mensen niet begrijpen wanneer... Want dat is überhaupt al, los van macht, is er überhaupt al als je met elkaar naar bed gaat of als je beslist iets wel of niet met elkaar te doen... Dat is überhaupt, daar gaat het ook over macht. Dat is altijd iets waar je common sense bij moet gebruiken. Meen je het echt, Joost, dat je hier overal protocol... Nee. Maar gewoon, ik probeer alleen te zeggen van er zijn momenten waarop je het gewoon heel duidelijk als instituut, en heb ik dus niet tussen mensen, maar als instituut, gewoon heel duidelijke richtlijnen aan je hele personeel kan geven. Maar dat bestaat toch al lang? Ja, maar je ziet toch ook dat die dingen aan de lopende band gewoon niet worden handhaafd? Nee, dat is ook het probleem. Maar er worden ook aan de lopende band mensen verkracht en mensen vermoord. En er zijn ook protocollen voor. Ik bedoel... Dat is misschien net iets anders. Nee, dat is net iets anders in de vorm van dat het... Maar ik bedoel, dat bestaat toch al lang en het gebeurt alsnog. Dus het gaat er toch vooral om waar we het vanavond over hebben. Maar ik ben het gewoon natuurlijk helemaal met je eens. Ik probeer alleen te denken van, is het niet een extra stok achter de deur? Geef je niet een soort... Want ik bedoel, er zijn eindeloos veel scenario's te bedenken en er zijn 100.000 romans over geschreven. Want het is een heel populair thema natuurlijk, waarin het juist met een soort van de zachte hand wordt weggewerkt of zo. Ja, maar eigenlijk wat Nia ook al zegt, dat is meer wat ik probeer te zeggen. Die protocollen zijn er al. Ik bedoel alleen niet overal. Natuurlijk, op sommige instellingen zijn die er heel duidelijk en op sommige instellingen echt absoluut niet. Nou, laten we daar dan mee beginnen. Nee, maar het gaat vooral denk ik om waar het vanavond over gaat. Dat mensen, dat zogenaamd de onderliggende macht, dat
nu vind ik mezelf aanstootgevend, want zo zie ik het niet. Maar ik bedoel, in hoe dat misschien ervaren kan worden of gezien worden, dat die een stem krijgt. Het gaat altijd over een stem. En dat daar hebben protocollen niet zo veel mee te maken. Het helpt in eerste instantie om mensen daar bewust van te maken. Ik denk inderdaad. Het is natuurlijk ook heel duidelijk een heel veranderende tijdgeest. Ja. In de jaren 70 was het vrij normaal dat leraren gewoon, hè, of docenten, relaties of die hadden relaties met hun studenten. En dat vond eigenlijk iedereen wel prima. En daar hoefden ze ook niet echt een geheim van te maken. Want dat was, en inmiddels zijn we daar natuurlijk al lang van weg. Het is heel duidelijk dat mensen dat niet meer prima vinden. Ik denk dat ook zo is. Dat ook een bewustwording is van wat dus macht is. Ik denk dat het heel vaak vroeger zo was. Ja, jonge leraren, weet je, dat het nauwelijks. Heb je ook heel vaak. Het verschilt misschien 3 jaar met een student. Ja. En waardoor leraren zich denken van, maar ik heb toch helemaal geen, er is geen verschil in leeftijd, dus er is niet echt een verschil in macht. En ik denk dat het inderdaad gaat ook om verantwoordelijkheid nemen voor van, ja, maar ik heb die macht wel. En inderdaad, net vroeg je aan Marja van, ben je een gevreesd criticus? En dan moet je ziet jezelf natuurlijk niet zo. Of ja, jij wel. Maar. Ik heb heel erg spijt van het antwoord dat ik net al. Ik zit nog steeds daarover na te denken. Nee. Ja, dan komt de 1,5 meter microfoon. Nee, ja, we gaan toch een beetje. Ik vond dat heel goed, dat eigenlijk een juist een heel publiek, goed antwoord. Heel graag. Ik vond dat een heel goed antwoord, want je moet jezelf soms uit een soort andere. Ik bedoel, je moet af en toe er je van bewust zijn dat misschien andere mensen jou op een bepaalde manier, niet omdat je grillig en onneus bent, maar jou vrezen omdat je een bepaalde macht hebt. Ja, maar ik betrapte me er dus op toen Jante dat vroeg. Toen dacht ik moet nu ja zeggen, want als ik nee zeg, dan is het onwaarachtig. En ik dacht ook, ja, mensen moeten bang voor me zijn, want anders doe ik mijn werk blijkbaar niet goed. Ook nog zoiets. Want anders zit ik voor Joker te schrijven iedere week, bij wijze van spreken. Maar het is allemaal niet een grapje. Nee, en het of gaat zo. Natuurlijk om de definitie van gevreesd. Je kunt gevreesd zijn omdat je gewoon een soort tiran bent of zo. Maar je hebt ook een versie van gevreesd, denk ik, waarbij het inderdaad is van, ik heb een stem. Maar in mijn naïeve wereld dus denk ik van, oh ja, maar ik ben degene die zegt hoe het zit. Logisch dat jullie er bang voor zijn, want dan gaan jullie het lezen. Maar dat is dus niet naïef, want je schrijft voor de Groene Amsterdammer en je hebt daar een plek en je bent heel, iedereen kent je naam als criticus. Ik bedoel, dus is niet naïef om te denken dat je, dat denk ik helemaal niet. En ik denk dat het naïef is om te denken dat je het niet zou zijn. En dat is vaak het probleem, denk ik. Ja, nee, oké, dus, goed. Ja, ik ben toch blij dat we het nog even over hebben. Is er iemand anders die iets wil zeggen, vragen, toevoegen? Ja, ik zie een meneer daar. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, wordt die rij dus best wel snel langer. Hè? Met Cosby en Epstein en ga maar door. Dus daar is iets aan het veranderen. Wat mij betreft ten goede. Ja. Of het nou over seks gaat of over machtsmisbruik of die combi daarvan. En wat is nou jullie idee wat we daarin met z'n allen als maatschappij als volgende stap kunnen doen? Als misschien de hashtag niet heet MeToo, maar misschien Maatje Durft of Grijs Gebied. Wat gaan we nou doen als, lijkt me heel leuk, als omstanders, daders, alles, slachtoffers samen? Wat wordt nu de volgende stap, zodat dit makkelijker en soepeler gaat? Ja, dat is een hele grote vraag. Nou ja, ik denk dus inderdaad niet naar een soort zuiverheidstreek. Ik denk dat heel vaak in de beleving van mensen is er een soort, bestaat er in dit soort kwesties een hele erge morele zuiverheid met een soort absolute waarde of zo. Absolute slachtoffers, absolute daders. En ik denk dat het wel belangrijk is dat mensen, omdat die discussies steeds vaker worden gevoerd en iedereen luistert, dus ik bedoel net zoals alle dingen waar we het gelukkig steeds vaker over hebben, dat je steeds meer bewust wordt van de meerlagigheid ergens, van de complexiteit. En dat het niet betekent dat het daardoor iets niet geldig is, omdat iets complex is. Maar dit is natuurlijk wel. Ik bedoel meer dat het. Ik denk, nou ja, omdat je het ergens vaker over hebt en dat mensen vaker ergens over nadenken, wordt de banaliteit er hopelijk een beetje uitgehaald van die discussie. En
En is er inderdaad een soort heel ingewikkeld vlak waar inderdaad wederkerigheid soms ook is en van alles aan de hand is. En vriendschappen en dingen. En hoeft het helemaal niet altijd te gaan. Want dat is natuurlijk ook een beetje de veronderstelling dat het altijd gaat over intimidatie en mensen die zich heel angstig voelen. Maar mensen hoeven zich. Ik bedoel, angst kan zich denk ik op heel veel verschillende manieren manifesteren en hoeft niet zo letterlijk zo te zijn. Je kunt je ook gewoon onprettig voelen. Kijk bijvoorbeeld met Arjan Peters. Ik zie het ook al jaren aan te kijken. En wat mijn gevoel meer altijd is geweest van, ik vond het gewoon onprettig dat iemand met die motieven zijn vak uitvoerde en daardoor eigenlijk een soort schaduw wierp op dat vak en op wat er gebeurde. En dat is iets anders dan dat ik heel erg geïntimideerd was of zo. Dus ik denk dat daar dat er gewoon heel veel. Wat dat betreft vond ik de vraag van Jante aan Marja gewoon heel goed. En ik denk dat dat een vraag is. En dat vind ik wel echt de opsteken van de laatste aantal jaren. Dat mensen volgens mij echt wel op heel veel meer plekken. Of dat nou met MeToo is. Maar ik denk ook al gaat het over het begrip als white privilege of zo. Dat je jezelf af en toe de vraag stelt van heb ik macht? Want als je die vraag. Dat laat Mathilde Gustafsson heel mooi zien. Die beschrijft een wereld waarin mensen zich nooit hoeven af te vragen of ze macht hebben. En daardoor eigenlijk die macht ook gewoon ongebreideld kunnen hanteren en laten gelden. Omdat er nooit een moment van reflectie in zit. Terwijl als je af en toe wel voor jezelf die reflectie instelt van oké, heb ik macht? Dan stel je dan automatisch de vraag, hoe ga ik daarmee om? En dan stel je op een eerlijke manier jezelf die vraag, hoe ga ik daarmee om? Dan zou je dus bedenken van dit doe ik goed en dit doe ik fout. Dus kijk, het is natuurlijk heel moeilijk om institutioneel iets te bedenken. Maar gewoon het feit dat er gewoon dit discours opengebarsten is sinds 2017. Zorgt denk ik wel echt voor dat heel veel meer mensen op posities met een klein beetje of een grote bergmacht nadenken wat ze ermee doen. Dat is de grootste eerste stap. We wilden dit eigenlijk als aan het einde van het programma zeggen, want ik heb hier ook over nagedacht, een beetje uit mijn rol. Maar ik denk dat naast de vraag die met MeToo ontstond, dat je jezelf afvraagt van, goh, ben ik wel eens de fout overgegaan? Of de fout ingegaan? Of heb ik wel iets gedaan wat niet helemaal oké is? En ik zeg dit omdat ik zelf weet hoe het is als je je ergens voor schaamt, terwijl het niet jouw schuld is. Maar het feit dat mensen weten dat dat is en dat niemand aan je vraagt, hey, kan ik je helpen? Ik denk dat dat het probleem is. En ik denk dat we ons naast de vraag, ben ik wel eens een grens over gegaan, eigenlijk ook zouden moeten afvragen, heb ik wel eens iets gezien en niks gezegd? En niet dat je dan iedereen moet veroordelen, maar het is een beetje zweverig hoor, maar een simpele hulpvraag van, joh, gaat het goed met je, kan ik iets voor je doen? Dat zag er vervelend uit, was het dat ook? Ik denk dat een tweede vraag is waar het eigenlijk nu tijd voor is. Maar dat terzijde. Ja. Nee hoor. Ja. Ja, maar ook precies net als wat er nu met Black Lives Matter gebeurt. Dat het gaat over dat wat jij net een beetje in twijfel trok. De omstanders moeten zich. Het gaat nu, daar gaat het om. Dat, wat jij zegt van er zijn mensen die er niks mee te maken hebben, maar die zich wel uit moeten spreken. Juist omdat die minder kwetsbaar soms zijn. Nou ja, en dat omstanders, want dat is natuurlijk een heel passief begrip, alsof je er in een kring omheen staat en misschien dat omstanders zich bewust zijn van hun rol in een wereld. Dat zijn net dus, zo goed, ja, dat is net zo erg. Nu medestanders, misschien meer of bijstanders, of, nou ja. Ja. Oh ja. Is er nog een vraag? Het hoeft niet, we zijn ook al best wel lang bezig. Ik ben gigantisch aan het uitlopen. Ja, laatste vraag. Ik heb net Epstein gekeken, vierdelige serie op Netflix. En Bolwerk gelezen en Harvey Weinstein. Maar wat mij bij twee casussen opviel, is dat de echtgenoten ook zo'n belangrijke rol speelden. En dat vanavond niet in beeld wordt gebracht. En daar gaat een enorme fascinatie van mij uit. Ja, dat is iets. Naar die twee vrouwen. Ja. De vrouw van Arnaud en de vrouw van Epstein. En dat we daar niet over hebben. Nee, En dat is misschien de next level. Om daar ook nog over te hebben. Ja, want ik weet niet of je dat boek hebt gelezen van
Christine Hemmeret. Nee, Jodi Kantor en Megan Toohey, die twee journalistes van de New York Times die dat stuk gebracht hebben. Die hebben vorig jaar hun boek erover gepubliceerd. Het heet ook gewoon Me Too. Of nee, She Said. Heet het. Een geweldig boek. She Said. En dan zie je inderdaad bij Harvey Weinstein dat hij gewoon allemaal vrouwelijke advocaten had en vrouwelijke assistenten die gewoon het werk. En ja, maar dan denk je, dat zijn mensen die vaak op hun beurt ook weer bang zijn. Ik bedoel, het is een soort van, alsof er elke keer weer een nieuwe, een soort van ui van angst. Dat er elke keer weer een nieuwe schil is van mensen die bang zijn. Ja, en het heeft natuurlijk ook, maar ik heb deel die fascinatie overigens met jou. Ik vind dat altijd heel interessant. Ook die vrouw van Dutroux bijvoorbeeld. Daar moest ik aan Christine Hemmerrechts denken. Ja. Van dat, dat er ook, er zit denk ik ook een soort aspect van verafgoding in voor hun man. En ook bij Epstein was dat ook heel duidelijk volgens mij zo. En dat is gewoon, dat is natuurlijk heel fascinerend als je iemand als een soort halfgod ziet. En dat is natuurlijk waar Mathilda het ook over had. Van dat creëren van een soort godheid bijna, een soort vervanging voor de paus, dat werkt. En de vrouw ook alle twee, hè? Van Arnold wordt ook verafgood. De vrouw van Epstein wordt ook verafgood. Ja. Door de meisjes zelf. Ja. Dus dat is ook een beetje interessant te laten, die misschien voor een next level. Ja. Ik wil naar de laatste. Ja, laatste. Ik wil graag iets aanvullen nog op de echtgenote van Jean-Jacques Arnaud. Want haar rol was natuurlijk sowieso nog heel veel complexer. Omdat zij als lid van de Zweedse Academie die macht had. En hem daar zo die Zweedse Academie binnen kon sluizen. Ja. Maar Mathilda Gustafsson heeft ook veel onderzoek naar hun gedaan. En naar hun relaties samen. En zij faciliteerde ook echt wat hij deed. En zij wist daarvan. En ze speelde daar gewoon zelf ook een hele verderfelijke rol in. Maar wat nu zo saillant is, is dat inmiddels hij vrij is gekomen uit de gevangenis. Zij voor de rest van haar leven in een appartement in Stockholm van de Zweedse Academie mag wonen. Met een uitkering. Ja, en dat zij daar nu gewoon weer samen wonen. En het is leven, hij vrij uit de Hij is alweer vrij, ja. Oh. Ja, dat heb ik van Mathilda gehoord toen ik haar eerder dit jaar interviewde. Bizarre gegevens dat. Ja, het bizarre gegeven is dus dat de Zweedse Academie hun leven nog steeds financiert. Ja. Ja. 3.500 kronen. Ik weet hoeveel is een kroon? Weet iemand dat? Dat krijgen ze per maand in ieder geval. Ik wil naar de afsluiting van de avond. Echt deprimerend. En ik ben ontzettend blij dat ze hier is om iets voor te dragen. Alma Matthijssen, schrijver van zowel romans, gedichten en essays. U kent haar misschien van Vergeten Meisjes uit 2017. Ze heeft zich regelmatig uitgesproken over dit onderwerp. En ze zou meedoen aan het panelgesprek, maar twijfelde hierover. En toen hebben Lola en ik voorgesteld dat ze iets zou schrijven. En we zijn heel blij dat ze daarmee heeft ingestemd. Dankjewel. Ik wil dit stuk niet schrijven. Het liefste wil ik stil zijn en in rust aan een boek werken. Om dit te begrijpen moet ik terug in de tijd. In 2015 schreef ik voor het eerst in NRC Handelsblad over mijn eigen ervaring, toen ik als 16-jarig meisje werd verkracht. Toen Me Too losbrak, werd ik veel uitgenodigd bij talkshows en de radio om als ervaringsdeskundige de tijd te duiden. Iedere keer moest ik uitleggen waarom al die vrouwen nu pas durfden te praten, waarom ze niet eerder van zich afbeten. En of dit nu echt, en of er nu echt een verandering in werking zou worden gezet. Heel geduldig gaf ik antwoord, wetende dat ik de dagen erna me beroerd zou voelen en voornamelijk in bed zou liggen om bij te komen. Mensen leken niet door te hebben hoeveel energie het kost voor een slachtoffer of overlever, ik weet nog steeds niet hoe ik mezelf het liefste wil noemen, om over seksueel geweld te praten. Het maakt niet uit of dat over Harvey Weinstein gaat, die een oceaan verder leeft. Al mijn oud zeer werd elke keer weer omhoog getakeld. En elke keer besloot ik er toch over te praten. Niet omdat ik zo graag met mijn gezicht op televisie wilde, of omdat ik mijn carrière een boost wilde geven waar sommige mensen me van betichten, maar omdat ik een vuur voelde ontvlammen in mezelf. Er was een sprankje hoop dat er werkelijk iets zou kunnen veranderen. En daar wilde ik aan bijdragen. Alles wat ik deed, elk stuk dat ik schreef, elke keer dat ik aan tafel schoof bij DWDD, maakte ik gebruik van dat vuur. Zonder mijn eigen mentale gezondheid in acht te nemen. Ik nam het voor lief dat ik de dagen erna niet in staat was om te werken.
Deze avond zou al plaatsvinden in maart. Het was mijn eerste afzegging wegens de coronacrisis. Het zou een avond worden over het boek van Mathilda Gustafsson. Nu werd de avond zo aangekondigd op de Instagram van de Bali. Met het non-actief stellen van literair recensent Arjen Peters is het actueler dan ooit. Een gesprek over MeToo in de literaire wereld. Op zaterdag 13 juni om 8 uur komen we in de Bali bijeen met mensen uit de literaire gemeenschap zelf die hun ervaring met of de gedachten over seksuele intimidatie en machtsmisbruik delen. Onder andere Alma Matthijssen en Joost de Vries doen mee aan het gesprek. Waarom stond daar het woord ervaring tussen? Het leek haast iets te impliceren. Ik probeerde er niet aan te denken, maar een dag later zat het me nog steeds dwars. Ook mijn naam was verkeerd geschreven. Misschien doet zoiets er niet toe. En toch is het de slordigheid die me stoort. Niet alleen het misspellen van een naam, maar ook door een avond rondom een boek dat eigenlijk tijdloos is, plotseling aan te kondigen als iets actueels. Alsof massamisbruik geen thema op zich zou moeten zijn, wanneer het in de media geen weerklank vindt. Ik geef toe dat dit alleen op Instagram gebeurde. Op de site van de Bali staat Gustafsson's boek wel centraal en is ook mijn naam goed gespeld. Een paar dagen voor deze avond kreeg ik een bericht van antropoloog Eline van Oosten. Ze wees me erop dat de Bali de film J'accuse van Roman Polanski vertoont. In haar stories op Instagram plaatste ze de tekst: in zaal 1 een gesprek over MeToo in de literaire wereld. In zaal 2 betalen voor een film van verkrachter Polanski. Ja, dat wringt, op zijn zachtst gezegd. Over de hele wereld is weerstand over het vertonen van zijn films. Bij de prijsuitreiking van de César liepen verschillende actrices weg toen Polanski die toegekend kreeg. Praten is makkelijk. Betogen dat het beter moet ook. Maar daadwerkelijk consequenties verbinden aan gedrag is lastig. Ik twijfelde of ik nog wel mee wilde doen aan deze avond. In een voorgesprek werd me omslachtig gevraagd waarom de vrouwen die last ondervonden nog steeds niet eerder iets zeiden. Ik dacht aan al die keren dat ik uitgelegd heb waarom vrouwen zwijgen. Aan al die keren dat andere personen het uitgelegd hebben. En aan al die psychologen die dit verklaard hebben. Ik haalde diep adem en antwoordde kortaf, omdat het systeem nog steeds in werking is. Ik besloot om niet bij het panel aan te schuiven. Omdat ik te moe ben om steeds dezelfde vragen opnieuw te beantwoorden. Ik gaf mijn onvrede over de Instagram-post aan. En die werd vliegensvlug aangepast. Maar toch. Het vuur waar ik jarenlang op teerde om te kunnen vechten, is gedoofd. Het gaat niet om Roman Polanski. Het gaat niet om Harvey Weinstein. Het gaat niet om Jean-Claude Arnault. Het gaat om een systeem dat nog steeds volop in leven is. Ik hoop met heel mijn hart dat er mensen zijn die willen strijden. Mensen zonder trauma die weerbaar zijn. Alle anderen gun ik net zoals ik zoveel rust en stilte als ze zelf vinden. Dank je voor Alma. Ik denk dat het heel goed is dat we ons allemaal realiseren wat het doet als je mensen vraagt om te praten over hun ervaringen. Ik ga afsluiten, denk ik, want ik denk dat jullie ook wel toe zijn misschien aan een glas wijn. Dank dat u aanwezig was en dank dat u keek. Lees dit boek, Het Bolwerk. We hebben samengewerkt om voor te maken van dit programma samen met Nijgen van Ditmar. Blijf graag nog even plakken op 1,5 meter afstand. En volgens mij wil Juri Albrecht iets zeggen. Ja, ik wil als allerlaatste toch nog heel even het woord nemen. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken. De 3 columnisten, de 3 tafeldeelnemers en Mathilde Gustafsson voor het feit dat jullie allemaal je over veel heen gezet hebben om hier te komen en te spreken in het openbaar. En het allergraagste wil ik toch ook nog even
Lola Uithart en Jante Mosselman danken. Dit was een gesprek wat plaats zou vinden in een hele andere wereld, weken geleden. Twee redacteuren van de Bali hebben dit samengesteld. Daarna kwam er een corona-lockdown en we hebben ervoor gekozen om het toch half te doen met Mathilde Gustafsson in Zweden en met een literair panel hier. Het is altijd moeilijk, blijkbaar weer, en na zo'n lockdown is het zelfs fysiek moeilijk om open te gaan en te zorgen dat je kan spreken. We zijn hier met heel weinig mensen, dit is het maximum wat hier kan zijn. Daar hebben online een hoop mensen gekeken, maar dat jullie over veel dingen heen gezet hebben en de twee redacteuren van de Bali om dit toch te organiseren, vind ik buitengewoon bijzonder. We hebben niet alleen het gehad over de gevallen Arnaud en Zweden. We hebben het ook genoemd, er zijn meer Harvey Weinsteins. Ik keek in de lockdown met mijn kinderen naar Das Leben der Anderen, waar een minister van cultuur een echte Harvey Weinstein was. We hebben het ook even gehad over Epstein met vragen uit de zaal. We hebben het ook over Nederlandse situaties gehad. Dat laten we duidelijk zijn. Niemand is schuldig totdat het tegendeel bewezen is. Aan de andere kant is het buitengewoon belangrijk om met elkaar te praten over de literaire scene en aan zelfreflectie te doen. Dat hebben jullie allemaal ongelooflijk moedig gedaan, vind ik. De omstanders kunnen zichzelf niet vrijpleiten door maar even de andere kant uit te kijken. Dat was voor mij toch echt wel de kern van de avond vandaag. Het is moeilijk om in een halve lockdown fysiek iets te organiseren. Het is moeilijk als je oproepen krijgt aan de sprekers om niet mee te doen, omdat ook een film van Polanski hier getoond werd, die wij met de nodige context daarvoor gratis toegankelijk welwillend vertonen. Zulke dingen zullen we ook blijven doen. En het is moeilijk als er een dwangbevel komt om niet te spreken over bepaalde dingen die niet genoemd mogen worden volgens degene van het dwangbevel. Wij houden daar ons niet aan. We trachten van alle kanten te proberen het gesprek in gang te zetten, in gang te houden en dat daarvoor ook de fysieke ruimte te zijn. Ik vind het buitengewoon prettig dat we twee redacteuren hebben die het georganiseerd hebben en dat we zes mensen hebben die hier hebben willen spreken. Mijn grote dank, mijn hartelijke dank daarvoor aan alle zes. Dank u.
When I lived in a smaller town in Sweden, I had a friend, and he moved to Stockholm, and he terrified of. A new member is elected to the office of the Nederlandse literatuur van. Doch, nee, niemand wil iemands carrière om iets voor te dragen. Alma Matthijssen schreef. Goed. Almost. Doen misschien.